We zijn aanbeland bij het laatste college van wat toch wel voor mij en voor jullie denk ik een bijzondere ervaring is in deze vreemde tijden. Ik heb voor de laatste les de indeling als volgt opgevat. Ik ga in eerste instantie een besluit formuleren bij de colleges als dusdanig. Dat betekent dat er daar een flink pak herhaling in zal voorkomen, zoals het hoort bij een besluit. Maar toch zal ik ook nog een aantal nieuwe dingen eraan toevoegen, zodat het niet alleen maar een herhaling wordt. Goed, voor dat besluit zal ik toch wel een uur, anderhalf uur nodig hebben. Dan gaan we pauzeren en daarna ga ik als uitsmijter, als afronding, even blijven stilstaan bij wat er nu op ons afkomt, bij wat er nu bezig is en ja, hoe dat we daar vanuit een maatschappelijk kritisch perspectief tegen kunnen aankijken. Dat laatste stuk, dat geef ik er onmiddellijk bij, is vrij hypothetisch. Het gaat over verwachtingen, over inschattingen. En in die zin beschouw ik het ook niet als examenstof, alleen maar als een soort oefening in kritisch denken. Goed, maar daar komen we straks wel op terug. Dus, in eerste instantie, besluit van deze colleges. En in dat besluit gaan we voor een stuk dan toch terugkeren naar de vragen die we in onze inleiding gesteld hebben, maanden geleden, om eens te zien wat we onderweg tijdens de verschillende colleges bij elkaar gesprokkeld hebben om daar antwoorden op te geven. We zijn vertrokken bij een vrij klassieke vraagstelling, deze naar het onbehagen in de cultuur, titel van een boek van Freud, het onbehagen in de cultuur en de maatschappij en de vraag naar de oorzaken daarvan. Wat hebben we onderweg aangegeven? Het is vrij duidelijk dat een aantal oorzaken voor het onbehagen bij het individu, dat die in het individu zelf zitten, in de manier waarop onze identiteit geconstrueerd wordt. Dus zomaar de schuld gaan leggen bij onze maatschappelijke omgeving is al te makkelijk en eigenlijk niet correct. Dit gezegd zijnde is het natuurlijk ook wel zo dat een bepaalde maatschappelijke organisatie die intrinsieke redenen voor het onbehagen, intrinsieke redenen in de constructie van onze identiteit, dat een bepaalde maatschappelijke organisatie dat kan doen toenemen. En ook omgekeerd, er zijn maatschappelijke organisaties die voor een stuk tegemoet kunnen komen aan die intrinsieke redenen en die gaan afzwakken. Het is van belang om dat opnieuw te benadrukken, omdat wij in het algemeen steeds de neiging hebben om de oorzaak van onze problemen buiten onszelf te gaan leggen. En dus het exclusief gaan zoeken van oorzaken in het maatschappelijke als dusdanig. Nee, het gaat altijd over een wisselwerking. We zullen eindigen met de introductie van een idee dat we tot nu toe nauwelijks vermeld hebben. Een idee dat we bij Hegel halen. Een van de minder makkelijke filosofen om te lezen, maar die toch wel school gemaakt heeft. Er zijn heel veel filosofische opvattingen vandaag die een Hegeliaanse inslag hebben. Wel, een van de minder bekende ideeën van Hegel is het idee van de verzoening. En verzoening, dat was zijn antwoord op een vraagstuk dat toen al in de filosofie vrij centraal stond, waar wij het ook over gehad hebben. Met name, dat was zijn antwoord op het vraagstuk van de vervreemding. Tegenover de vervreemding zal hij de noodzaak tot verzoening plaatsen. Goed, we gaan daar straks op terugkeren om wat uit te werken wat hij daarmee bedoelt. Wat hebben we nodig als we maatschappelijk kritisch willen nadenken over onze maatschappij en over de effecten op het individu? Wel, we hebben wetenschappelijk onderbouwde studies nodig. Dat is vanzelfsprekend als stelling, maar dat is niet altijd zo eenvoudig om waar te maken. Het is niet zo eenvoudig om waar te maken, alleen al omwille van het feit dat we ook moeten gaan kiezen
waar we onze wetenschappelijke onderzoeken op gaan richten. Want afhankelijk van de keuze van je onderwerp, dan kan je bepaalde zaken ontdekken of niet ontdekken. Dus je moet niet alleen een consensus hebben over de wetenschappelijke resultaten. Je moet eigenlijk ook al voor een stuk een consensus hebben over de rangorde van de problemen, het belang van de problemen dat je wil onderzoeken. Wel, eerlijk gezegd, ik vind die rangorde niet zo moeilijk om te maken vandaag de dag. Er is er één die zich sowieso aan ons opdringt langs alle kanten. Dat is de klimaatverandering. De oorzaken daarvan, de manieren waarop we dat kunnen proberen tegen te houden. Dit is zonder de minste twijfel het probleem nummer één. En niet voor overmorgen, niet voor morgen, het is vandaag het probleem. Dat er nog steeds een aantal politici zijn die dat niet doorhebben, ja, daar heb ik eigenlijk geen woorden voor. Een tweede probleem in de rangorde van te onderzoeken issues in het belang van een kritische maatschappijorganisatie. Een tweede thematiek staat ondertussen toch ook al een aantal jaren op de agenda bij heel wat wetenschappers. Dat is de sociale ongelijkheid. Je kan er niet onderuit. Ongeveer alle studies tonen aan dat de maatschappij met een grote of een toenemende sociaal-economische ongelijkheid, dat die als effect ja, op alle mogelijke vlakken negatief is. En bovendien voor alle sociale klassen. Niet alleen onderaan de sociale ladder, maar ook bovenaan. En een derde probleem, dat dan al veel dichter bij de psychologie als dusdanig komt, als onderwerp, is daar volledig aan gekoppeld. Dat is de toename van stress. En in die toename van stress, de effecten daarvan tonen zich natuurlijk ook lichamelijk, maar ook heel sterk psychologisch, psychosociaal. Dus eigenlijk op het drieluik van het biologische, het psychologische en het sociale. Het is bij wijze van spreken een toegepast probleem, omdat het een effect is van die twee vorige, ook van de klimaatverandering. Dat heeft er ook mee te maken. En ja, het zijn die drie zaken die voorop moeten staan. De oorzaken. We gaan er nu niet dieper op ingaan, dat hebben we eigenlijk al voldoende beschreven. Kort samengevat, dat heeft te maken met onze manier van leven. Onze manier van leven die al ver in de tijd teruggaat, maar die dan toch pakweg de laatste 4-5 decennia in een stroomversnelling gekomen is. En het is onze manier van leven die aan de basis ligt van die klimaatverandering en van die sociaal-economische ongelijkheid en van de toename van de stress. Met andere woorden, en dat is dan toch wel een pijnlijke vaststelling, met andere woorden, we hebben het onszelf aangedaan. En we zullen het ook zelf moeten opruimen. Oplossingen, die zullen in eerste instantie politiek moeten zijn. Maar dan politiek in de echte betekenis van het woord, waarbij het gaat over het nemen van beslissingen in functie van het algemeen belang. En bovendien zullen die politieke beslissingen zich niet meer mogen beperken tot nationale belangen, omdat heel veel van die problemen ondertussen mondiaal zijn. En om maar het laatste voorbeeld te geven, het coronavirus stopt natuurlijk niet aan de landsgrenzen. Het zou een beetje een illusie zijn van te denken dat je dit kunt tegenhouden. Goed, je ziet, het zijn heel ruime problemen. Het zijn problemen met de geschiedenis. En dan kunt u de vraag stellen van ja, wat kunnen wij, wat kan de psychologie daar tegenover plaatsen? Is het niet sowieso dweilen met de kraan open? Zijn wij er niet toe gedoemd van alleen maar een beetje hulp te bieden? Een doekje voor het bloeden bij de losers van onze maatschappij. En dan zou het dan zo ongeveer kunnen stoppen. Dat is een veel te pessimistische visie. Ik denk dat wij vanuit de psychologie als wetenschap en de praktijk die daarbij aansluit, dat wij wel degelijk vrij veel zaken kunnen doen.
Te meer omdat onze maatschappij vandaag heel sterk gepsychologiseerd is. De psychologie zit eigenlijk overal. Tijdens deze colleges, de keren dat we het over psychologie hadden, heb ik heel vaak voorbeelden gegeven uit de klinische psychologie, de psychotherapie, de psychodiagnostiek. Dat zijn nu eenmaal de vakgebieden die ik zelf het best ken. Maar het is niet zo moeilijk om te zien dat bijvoorbeeld de sociale psychologie of de bedrijfspsychologie, dat die minstens even belangrijk zijn en op een aantal vlakken zelfs belangrijker om hun steentje bij te dragen vanuit wetenschappelijk onderzoek naar die maatschappelijke organisatie of naar het herdenken van een maatschappelijke organisatie in de richting van het doen afnemen van dat onbehagen en zeker erover te waken dat een aantal zaken dat onbehagen niet doen toenemen. Goed, grosso modo kunnen we dan de psychologie in het algemeen op twee polen gaan plaatsen tegenover elkaar. Langs de ene kant vinden we dan een psychologie die als het ware medeplichtig is aan een aantal negatieve evoluties binnen onze maatschappij. Daarbij moet je niet gaan denken dat er psychologen zijn die vanuit een soort kwaadaardigheid zich gaan inspannen om een aantal slechte dingen te gaan organiseren. Nee, het gaat eerder over het misbruik van psychologische onderzoeksresultaten voor doeleinden waar ze beter niet voor zouden gebruikt worden. We zullen daar straks een aantal voorbeelden van geven. Goed, dit gezegd zijnde, het is niet ondenkbaar natuurlijk dat een psychologie wel degelijk gebruikt zou kunnen worden voor het in stand houden van een maatschappelijke organisatie waar dat we ernstige vragen bij moeten stellen. Er zijn een aantal werken in de wereldliteratuur die dat als onderwerp genomen hebben en die dan ook daar heel duidelijk een verwittiging over laten horen. De meest bekende hebben jullie waarschijnlijk gelezen, tenminste dat hoop ik. Dat is het boek van Aldous Huxley, Brave New World. Goed, daartegenover, de andere pool. In de werkelijkheid is het natuurlijk meer genuanceerd en bevindt de psychologie zich er ergens tussen. Maar de andere pool is dan een wetenschappelijke psychologie die zich alleen maar kritisch opstelt en die vanuit die kritische houding dan voortdurend aanwijzingen zal geven of kan geven hoe die maatschappij er beter zou kunnen uitzien. Een dergelijke kritische psychologie wordt op den duur dan toch wel ook een soort incarnatie van een vervelende bedweter die altijd met het vingertje klaar staat. Ook dat is niet een positie die je alleen maar wil innemen. Maar zoals gezegd, dit zijn twee extremen. In het merendeel van de gevallen zullen we ergens wel tussenin zitten. Goed, maar om terug te keren op de uitgangsvraag, wat kunnen we dan vanuit de psychologie betekenen voor een maatschappijkritisch standpunt? Wel, we kunnen zeker vanuit het onderzoek en vanuit de ervaring een inspiratie bieden voor een betere maatschappelijke organisatie. En ik heb vier mogelijkheden opgelijst, vier mogelijkheden waarin we dat positieve luik kunnen terugvinden. Ik som ze eventjes op, daarna gaan we ze uitwerken. In eerste instantie bijvoorbeeld het in twijfel trekken van bepaalde zekerheden. Nou, dat kan misschien wat verrassend klinken, zeker vandaag, omdat je vandaag te pas en te onpas de volgende uitdrukking hoort. Het is wetenschappelijk bewezen dat. Het is wetenschappelijk bewezen dat. Als je dan gaat nakijken,
hoe stevig dat bewijs wel is, dan valt het af en toe dik tegen. Niet vergeten, toch wel van belang, wetenschap vertrekt eigenlijk altijd bij twijfel. Wetenschap vertrekt altijd bij het in vraag stellen. En je ziet dat een aantal ontzettend belangrijke wetenschappelijke doorbraken altijd vertrokken zijn bij het in twijfel trekken van bepaalde zekerheden. Dit moeten wij hier ook durven doen. Straks geven we wat voorbeelden. Een tweede veld waar de psychologie als inspiratiebron kan dienen, en daar zitten we al dichter bij de psychologie als dusdanig, dat is het mensbeeld. Het beeld dat we hebben van onszelf. Dat is heel erg belangrijk. Daar hebben we het al vaker over gehad in de vorige colleges. Maar dat dominante mensbeeld, dat vraagt behoorlijk wat correctie. Want het klopt eigenlijk niet met wat we weten op grond van psychologisch onderzoek. Een derde veld, een derde mogelijkheid, is het aantonen van potentiële gevaren. Potentiële gevaren in die maatschappelijke organisatie, die we dan ook beter kunnen vermijden als we een maatschappij willen helpen inrichten ten voordele van de leden van die maatschappij. En omgekeerd, het laatste luik dan, is natuurlijk het bevorderen van positieve processen, processen die ertoe bijdragen dat die intrinsieke redenen voor het onbehagen die in ons zitten, dat die intrinsieke redenen dan toch een stuk tegengegaan worden. Goed, we gaan dat nu even overlopen en telkens wat meer toelichten. Het in twijfel trekken van bepaalde zekerheden. Het is heel opvallend hoe wij, zonder dat we daar sterk bij stilstaan, hoe wij heel snel gaan veralgemenen. We hebben het over de man, we hebben het over de vrouw, we hebben het over de dit, we hebben het over het dat, waarbij we sowieso gaan categoriseren en dan heel vaak een veralgemening gaan toepassen met een zekerheid die absoluut niet gegrond is. Bijvoorbeeld, een van die zekerheden betreft de respectieve impact van erfelijkheid en milieu. Ja. Erfelijkheid, in welke mate is een kenmerk genetisch bepaald? In welke mate is het omgevingsbepaald? En dat wordt dan uitgedrukt vaak in procenten. Ja, dat kenmerk is voor 73% genetisch bepaald, dus voor 27% omgevingsbepaald. Maar dat kenmerk is dan veel meer, noem maar op. Het relatief karakter door het gebruik van die procenten, dat lijkt een soort relativiteit in te houden, het relatief karakter daarvan verbergt dat de redenering fundamenteel fout blijft. Fundamenteel fout in die zin dat het nog altijd uitgaat van het binaire karakter. Een stuk is erfelijk bepaald en een stuk is milieu bepaald. Goed, ik geef een voorbeeld voor de vuist weg. De lichaamslengte van iemand is voor 73% omgevingsbepaald en voor 27% genetisch bepaald. Ja, goed, neem nu dat jij 1,79 meter bent. Wel, wat van die 1,79 meter hoort bij die 73%? En wat van die 1,79 meter hoort bij die 23%? Je zal zeggen van dat is idioot, dat kan je nooit als dusdanig aantonen. Nee, natuurlijk niet. Maar met die opdeling heeft je wel die indruk dat dat wel mogelijk is. Dus de correcte manier van redeneren hier is dat de erfelijkheid en milieu vanaf het begin en eigenlijk al prenataal intrinsiek verbonden zijn. Dat je daar geen onderscheid meer kunt inmaken. En dat je dat dus ook niet meer op die manier mee kunt redeneren. Wel, dat is dus een eerste zekerheid die onderuit gehaald kan worden.
het binair redeneren. En binair redeneren, we gaan dat straks opnieuw zien verschijnen als we het hebben over denkfouten. Binair redeneren zit op een of andere manier ingebakken in ons cognitief functioneren. Het moet of dit zijn, of dat. Kijk eens na bij jezelf. We gaan er van banale zaken tot de heel belangrijke dingen. Je zal heel snel vaststellen hoe dat je jezelf, zonder dat je er bewust van bent, in die redeneerwijze vervalt. Het is of dit of dat. En denk dan even na. En dan zul je heel snel tot de vaststelling komen dat het in nagenoeg alle gevallen niet of is, maar wel en. En natuurlijk maakt dat een stuk moeilijker. Hè? Want die of-of redenering, dat maakt het zo eenvoudig. Zo eenvoudig dat het wel moet verkeerd zijn. De en-redenering is een flink stuk moeilijker. Bijvoorbeeld, intelligentie, of erfelijk bepaald, of milieu bepaald. Ja, daar kan je eigenlijk niets meer mee aanvangen. Als je bijvoorbeeld weet, op grond van onderzoek, dat de perceptie van de leerkracht, van de onderwijzer, een bepalende factor is voor de intelligentie van het kind, nadat dat kind een jaar bij die leerkracht in de klas gezeten heeft, hoe kun je dan nog daar ja, een onderscheid in gaan maken? Men heeft die proeven gedaan. Hè? Dat zou tegenwoordig niet meer kunnen, op grond van ethische commissies en terecht. Maar goed, de proeven die in het verleden gebeurden op dit vlak waren de volgende. Een onderwijzer werd uitdrukkelijk gezegd van die en die en die kinderen, dat zijn de intelligentste. Of die klas is de intelligentste, dat is de A-klas. En dat is de B-klas, daar zitten de kneusjes, de minder intelligente kinderen. En wat bleek, op het einde van het jaar was die self-fulfilling prophecy bewaarheid geworden. De kinderen die aanvankelijk, gewoon op gerandomiseerde basis, aangeduid waren geworden als de meer intelligente, die presteerden stukken beter. En omgekeerd. Goed, dus erfelijkheid en milieu kunnen we niet meer als volwaarde aparte categorieën beschouwen. We moeten uitgaan van een veel complexere vermenging, veel complexere processen die al vanaf de aanvang aanwezig zijn. Een tweede zekerheid, waar ik het daar straks al over had, die we uit de wereld moeten proberen te helpen, en dat hangt trouwens nauw samen met die eerste, dat is het categoriaal denken. Hè. Het categoriaal denken dat om een of andere vreemde reden in de psychologie het voorbije decennium weer enorm furore maakt. Mensen worden ingedeeld in groepen, worden ingedeeld in categorieën, zowel bedrijfspsychologisch, daar gebruikt men zelfs kleurtjes, dan wordt het helemaal Studio 100-achtig. Of in labelbenamingen, binnen de psychodiagnostiek dan, dat maakt het eigenlijk ook, dat lijkt wat wetenschappelijker dan die kleuren, maar het komt ultiem gezien op hetzelfde neer. Hè. Je krijgt daar telkens dezelfde fout, iets of iemand, maar hier gaat het over mensen, en dat maakt het natuurlijk nog zoveel belangrijker, iemand wordt ondergebracht in een bepaalde categorie en binnen de kortste keren wordt er vanuit gegaan dat die man of die vrouw tot die categorie behoort. Je krijgt er dus een reificatie. Iemand is die categorie. Iemand is een ADHD'er. Iemand is een autist. En denk aan wat ik daar straks gezegd heb over die veronderstelde intelligentie bij die kinderen. Een dergelijke labeltoekenning werkt als een self-fulfilling prophecy. De mensen die weten dat iemand een label heeft, dat er een bepaalde label toegekend geworden is aan iemand, die zullen vanuit dat label gaan reageren. Als ik weet dat iemand die bij mij
komt, een autist is, dan heb ik onvermijdelijk bepaalde verwachtingen, een bepaalde beeldvorming rond de autist. Ik vergeet eventjes dat dat een breed spectrum diagnose is, maar dat er meer verschillen in zitten dan overeenkomsten. Dat vergeet ik even. Nee, ik heb de autist voor mij en vanuit mijn beeldvorming ga ik daarop reageren. En mijn reactie op die man of op die vrouw is van die aard dat die man of die vrouw daardoor gedefinieerd wordt. Op de koop toe zal die man of die vrouw dat zelf ook nog eens doen. Ik ben een autist. En een autist beantwoordt nu eenmaal aan die of aan die en of aan die kenmerken. Elke autist gaat op internet gaan zoeken waaraan een autist beantwoordt. En binnen de kortste keren, o wonder, blijkt hij of zij er inderdaad ook aan te beantwoorden. Eventjes een hedendaagse vergelijking. Een groot aantal onder jullie heeft op het internet de symptomen van COVID-19 opgezocht. Omdat je nu eenmaal ook wil weten of je het zelf al gehad hebt. Wel, ik ben ervan overtuigd dat 2 op de 3 van diegenen die nu luisteren ervan overtuigd zijn dat zij het inderdaad gehad hebben. En ook daar hebben we dan een self-fulfilling prophecy. Goed, waarom is dit nu zo fout? En waarom moeten we daar vanuit de wetenschappelijke psychologie tegen reageren? Omdat dit iemand veroordeelt om in dat hokje te blijven. Daarmee gaan we iemand vastzetten. En dat gebeurt vandaag bijna constant. Ik ga even een historisch voorbeeld geven. De allereerste patiënten, meer dan 100 jaar geleden, de allereerste patiënten die met een eerste vorm van psychotherapie behandeld werd, en dat was niet door Freud, maar wel door een van zijn leermeesters, Breuer, die trouwens samen met Freud de term psychotherapie gemaakt heeft. Maar een van die allereerste patiënten wordt in 1890 klinisch gezien vrij gedetailleerd beschreven door die Breuer, Wilhelm Breuer. En de beschrijving van die patiënten toont dat ze inderdaad een vrij zware pathologie, een zware psychopathologie vertoonde. Op dat ogenblik, we schrijven dus 1890, eigenlijk nog ietsje vroeger, op dat ogenblik is er nog geen accurate of geen veralgemeende psychodiagnostische nomenclatuur, die moet er nog komen. Kreplin is nog niet eens begonnen op dat ogenblik. En de diagnose die Breuer naar voren zal schuiven, is een diagnose die een beetje in dat tijdskader ligt. Hij heeft het over de hysterie. Goed, het zijn zware symptomen. Het gaat over hallucinaties, het gaat over mutisme, het gaat over bepaalde eetstoornissen, het gaat over een bijna semi-comateuze toestand die af en toe optreedt, noem maar op. Ja. Die gevallenstudie wordt gepubliceerd onder een pseudoniem. En 50 jaar later, op het ogenblik dat die gevallenstudie historisch gezien belangrijk geworden is, want het is het vertrekpunt van de psychotherapie, 50 jaar later wordt die gevallenstudie herlezen, becommentarieerd, wordt er kritiek gegeven, wordt er gezegd van kijk, daar zaten al goede dingen in, dat zijn de zaken die we nu hebben, maar dat waren de minder goede dingen, noem maar op. En een van de zaken waar de verschillende commentatoren het over eens zijn, is dat de diagnose die aan die patiënten toegekend werd in 1890, dat die grondig verkeerd was. Want iemand met zo'n zware pathologie, ja, dat is geen hysterie. Dat is een paranoïde schizofrenie. Dat is de diagnose die rond de jaren 50 toegekend wordt. Paranoïde schizofrenie, wat betekent dat? In een kort samenvat betekent dat afvoeren naar een instelling, zware psychofarmaca en eigenlijk levenslang patiënt. Daarop komt dat neer. Zeker in het midden van de vorige eeuw en nog lange tijd. Het heeft geduurd tot na de antipsychiatrie vooraleer er daar een ander beeld van opkwam. Goed. Hè. 1950,
Ondertussen is de oorspronkelijke gevallenstudie zo lang geleden gepubliceerd dat een aantal archieven opengaan. En dat de deontologische regel op grond waarvan klinische informatie geanonimiseerd moet blijven, dat komt te vervallen. En er is een Amerikaanse journaliste die eigenlijk heel nieuwsgierig is naar wie die eerste patiënte eigenlijk op was. We kenden enkel haar pseudoniem. Breuer had ze benoemd als Anna O. O met een, als een afkorting. En die Amerikaanse journaliste had op zoek naar wie de echte Anna O. geweest zou zijn. Ten tijde van haar behandeling bij Breuer was ze nauwelijks 20 jaar oud. En wat ontdekt die journaliste? Ten eerste dat Anna O. behoorde tot een van de meest vooraanstaande families van Wenen. Dat was niet zo moeilijk. Breuer was een van de belangrijkste artsen in Wenen. En sowieso, het waren alleen maar de mensen van de begoede burgerij die op dat ogenblik naar een arts konden gaan. Goed, dus Anna O. behoorde tot een van die vooraanstaande families van Wenen. En wat blijkt, zij is inderdaad nog een aantal jaren, hoe zou ik het uitdrukken, psychologische ellende geweest, ook opgenomen geweest in de voorlopers van psychiatrische instellingen. Maar ze is daar een aantal jaar later uitgekomen. En dan komt de verrassing, die vrouw heeft een zeer rijk en zeer creatief en zeer sociaal leven uitgebouwd. Ze is een van de voorvechters van de emancipatiebeweging geweest in Duitsland. Haar werk en de impact van haar werk is zo groot geweest dat toen er in de jaren 70, de datum, het jaartal weet ik niet meer zo precies, maar toen de Bundesrepubliek Duitsland op een bepaald moment besliste van een reeks postzegels uit te geven met daarop de beeldenis van belangrijke figuren, belangrijke wat ze iets maatschappelijk bijgedragen hadden, wel dan werd Bertha Pappenheimer, want dat is haar echte naam, dan werd Bertha Pappenheimer opgenomen in die reeks met als ondertiteling Hilfe der Menschheit. Wel, voor iemand met paranoïde schizofrenie, dat is niet slecht, hè? Om een leven uit te bouwen van gedurende 40, 50 jaar, heel creatief en heel sociaal bewogen werken. Met andere woorden, wat kunnen we hieruit afleiden? 1. Die vrouw was inderdaad, of zat inderdaad, in zware psychologische, zelfs psychiatrische problematiek op de leeftijd van pakweg 18 tot 25. 2. Ze is daar eigenlijk vrij goed uitgekomen. En 3. In haar later leven vind je daar eigenlijk nauwelijks sporen van terug. Met andere woorden, die categorisatie waarbij iemand veroordeeld wordt om voor de rest van zijn leven in een hokje te blijven zitten, die is fundamenteel verkeerd. En dat is nu net wat wij vandaag de dag wel doen. Kinderen die nu het label ADHD krijgen, mensen die nu het label autisme krijgen, die krijgen heel vaak te horen dat dat voor de rest van hun leven is. Dat ze voor de rest van hun leven medicatie zullen moeten nemen en dat ze daarmee moeten leren leven. De boodschap is duidelijk, je bent zo. Het wordt nog erger als je weet dat alle dossiers vandaag de dag digitaal zijn. En natuurlijk hebben we de wet op de privacy. Natuurlijk wordt dat beschermd, maar je moet u geen enkele illusie maken. Digitale dossiers hangen ergens in de virtuele ruimte en die komen vroeg of laat naar boven. Dus de privacy, forget it. Een digitaal dossier is iets wat iemand een heel leven lang kan blijven achtervolgen. En de digitale dossiers vandaag de dag staan vol met labels. Met andere woorden, als we daar dan vanuit een wetenschappelijke psychologie tegenaan kijken, dan moeten we ons daar ten volle tegen te weerstellen.
Helaas is de klinische psychologie daar veel te sterk in meegegaan. De psychiatrie nog veel meer. De psychiatrie is daar eigenlijk volledig van doordrongen op dit ogenblik. Goed, het kan ook anders. Een prachtig voorbeeld is de recente visie van de wetenschappelijke adviesraad op burn-out. De Belgische Hoge Gezondheidsraad heeft daar een advies over geformuleerd. De Hoge Gezondheidsraad is een heel belangrijk orgaan. Die wordt gevraagd om een wetenschappelijk onderbouwd advies te geven over bepaalde problemen die te maken hebben met gezondheid. En in die adviesraad worden er dan mensen opgenomen die vanuit de wetenschap en vanuit de klinische praktijk het desbetreffende onderwerp verondersteld worden goed te kennen. Burn-out is tegenwoordig een belangrijk probleem. En de regering, de overheid, heeft aan de Hoge Gezondheidsraad gevraagd om daar een advies over te formuleren. Wel, als je dat advies nakijkt, dat is een schoolvoorbeeld van hoe er kritisch wetenschappelijk kan aangekeken worden tegen een bepaald fenomeen. Je ziet, ik heb een bepaalde stukjes overgenomen, je kan het advies integraal lezen op het net, ik heb bepaalde stukjes overgenomen en dan kun je onmiddellijk zien dat die commissieleden niet vervallen zijn in dat categoriaal denken, dat ze uitdrukkelijk het biopsychosociaal model gehanteerd hebben en dat ze uitdrukkelijk een aantal kritische kanttekeningen maken bij de impact van een aantal maatschappelijke fenomenen, maatschappelijke organisaties op zoiets als burn-out. En ik kan met enige trots zeggen dat er in die adviesraad een aantal professoren van jullie faculteit zaten. Goed. Dus dat is een eerste luik. Het betwijfelen van een aantal zekerheden. Een tweede luik heeft te maken met het mensbeeld. Daar kan ik vrij snel overheen gaan. We hebben het daar al vrij vaak over gehad. Het mensbeeld, dat is dus eigenlijk ons collectief zelfbeeld. De collectieve manier waarop wij over onszelf nadenken. Wel, ja, dat is tot nog niet zo lang uitdrukkelijk vijandig en negatief geweest. En waarom is dat van belang? Wel, het is van belang omdat een dergelijk beeld ons voorgehouden wordt en dus als een self-fulfilling prophecy gaat functioneren. Als iedereen dat beeld voorgehouden wordt, dan moet het toch wel waar zijn en dan gaat men er op een of andere manier mee samenvallen. Je kan het begrijpen als een soort universele categorie die ons voorgehouden wordt en waar dat we mee moeten samenvallen en waar we het mee moeten doen. Goed, het dominante beeld was uitdrukkelijk negatief, de mens is slecht. Dat werd dan een beetje herframed met de homo economicus, wat eigenlijk hierop neerkwam. De mens is nog altijd slecht, maar misschien is dat slechte op zich wel goed. Misschien is het wel een goede zaak als we mensen laten in een voortdurende competitie treden met een winner-takes-it-all systeem, want dat zou dan in overeenstemming zijn met de natuur enzovoort. Goed. Dat is onzin, dat weten we ondertussen. Daartegenover staat dan het andere extreem. Een positief beeld, waarbij de mens bekeken wordt als een prosociaal wezen. Als iemand die eigenlijk in se alleen maar goed is. En wiens mooie positieve kenmerken vakkundig om zeep geholpen geworden zijn door een slechte maatschappij. Dat is de opvatting van Jean-Jacques Rousseau over le bon sauvage. Dus die twee opvattingen kunnen we lijnrecht tegenover elkaar stellen. Wel, zoals we denk ik vrij uitvoerig hebben aangetoond, is de waarheid ietsje genuanceerder. Het is inderdaad zo dat de prosociale kenmerken bij de mens toch net iets meer aanwezig zijn dan die negatieve kenmerken. Maar het is uitdrukkelijk zo dat zowel de positieve als de negatieve kenmerken
naar boven gehaald worden, gecultiveerd worden, versterkt worden door de maatschappelijke organisatie. Dus die binaire vraagstelling, alleen maar goed of alleen maar slecht, dat klopt niet. We moeten veel eerder gaan kijken naar de omgevingsfactoren en zien hoe dat er daar een aantal zaken door bevorderd worden of niet. Dan kom ik bij een derde luik, een derde veld, de potentiële gevaren. Potentiële gevaren vanuit het maatschappelijke, die ervoor kunnen zorgen dat het onbehagen alleen maar toeneemt. En potentiële gevaren waartegen een wetenschappelijke psychologie uitdrukkelijk kan verwittigen op grond van de kennis die we verworven hebben. Ik heb er een aantal op een rijtje geplaatst. Een eerste potentieel gevaar is natuurlijk het racisme. Maatschappelijk gezien en iets wat om de zoveel tijd weer de kop opsteekt. En we weten ondertussen vrij goed op welke manier we dat psychologisch kunnen vatten. Eerst en vooral, er zijn geen aanwijzingen dat er daar een predisponerende factor voor zou zijn. Iets wat heel vaak naar voren geschoven werd door, en tot vandaag de dag eigenlijk nog altijd, door aanhangers van het racisme. Wat is er bepalend voor onze reactie op het ogenblik dat we voor de eerste keer iemand ontmoeten? Want daarvoor moet je echt geen geavanceerde psychologische studies hebben om daar een antwoord op te geven. Kijk gewoon naar jezelf op het moment dat je iemand ontmoet. Wat zijn zo de eerste dingen die je ziet en waarop je gaat reageren? Maar het allereerste, zeker op jullie leeftijd, is het geslacht. Want het eventjes eenvoudig houden, heteroseksueel. Wel, als man ga je anders reageren op een vrouw dan op een andere man. En dat is ook het eerste wat je intuïtief als onderscheid gaat maken. Een tweede onderscheid is de leeftijd. Leeftijdsgenoten ga je op een andere manier benaderen dan mensen die de leeftijd hebben van uw ouders. En zeker mensen die de leeftijd hebben van uw grootouders. Een kind, een kleuter, ga je ook op een andere manier gaan benaderen. En dat doe je intuïtief. Je staat daar niet eens bij stil. Een derde iets, en dat is venijniger bij wijze van spreken, omdat we daar veel minder bij stilstaan, die twee eerste zaken weten we. Een derde iets, dat is de taal. We horen onmiddellijk of iemand tot dezelfde taalgroep behoort als wij zelf of niet. En als er al een basis zou kunnen zijn voor racisme, maar dan is het wel een vreemde vorm van racisme, want racisme berust eigenlijk op huidskleur en etniciteit. Maar als er al een bron van racisme zou kunnen zijn, dan zal het al of niet deel uitmaken van dezelfde taalgroep zijn. We weten op grond van onderzoek, waar we het vroeger over gehad hebben, dat zelfs pasgeboren kinderen al in staat zijn, dat moet op grond van een prenataal leerproces gebeurd zijn, dat pasgeboren kinderen in staat zijn het onderscheid te horen tussen mensen die dezelfde taalgroep, die tot dezelfde taalgroep behoren, en mensen die daar niet toe behoren. En ze hebben uitdrukkelijk een voorkeur voor mensen die de moedertaal spreken. Goed, wat we ook weten, dat is dat de kinderen die opgroeien in een gemengde omgeving, en met gemengd bedoel ik dan gemengd qua kleur, qua uitzicht, dat kinderen die in zo'n omgeving opgroeien, die maken daar geen onderscheid meer tussen. Die zien het zelfs niet meer. Dat is voor hen geen differentiërend criterium. Mensen die daar niet in opgroeien, die zullen natuurlijk wel dat onderscheid zien en desgevallend daar ook een moreel oordeel over hebben. En dan komt het, dat moreel oordeel, als we het hebben over racisme, blijkt uitdrukkelijk een effect van opvoeding te zijn. Het is iets wat aangeleerd wordt. Dus racisme is een product van een bepaalde maatschappij. Een product van een bepaalde opvoeding. Opvoeding die niet uit de lucht komt vallen, maar die gestuurd wordt door een aantal maatschappelijke mechanismen.
Welke besluiten zou je daar kunnen uitdrukken? Wel, de minste besluit die je eruit kunt trekken, is dat dit een pleidooi is om scholen en crèches zoveel mogelijk te mengen. Meng ze zoveel mogelijk, op zo vroeg mogelijke leeftijd, en dan ga je zien dat de racistische reacties uitdrukkelijk zullen dalen. Tussen haakjes, dit is ook een beslissing die het Amerikaans Hoger Rechtshof genomen heeft op een bepaald ogenblik. Een aantal decennia geleden, een beslissing op grond waarvan het onderwijs in Amerika niet langer mocht georganiseerd worden op basis van een rassenscheiding. Omdat men wist, op grond van wetenschappelijk onderzoek, welke negatieve effecten een dergelijke scheiding had. Goed, dus racisme is een potentieel gevaar, maar we weten op welke manier we daar wel mee kunnen omgaan en op welke manier we daar niet mee moeten omgaan. Een tweede iets, en dat sluit daar vrij dichtbij aan, een tweede potentieel gevaar heeft natuurlijk te maken met onze neiging om erbij te willen horen. We zijn groepsdieren, we zijn sociale dieren en we zijn bereid van heel veel in te leveren, van heel veel te doen, om toch maar opgenomen te worden bij een groep. En heel opvallend, dat blijkt telkens opnieuw uit sociaal-psychologisch onderzoek, heel opvallend, de criteria op grond waarvan een groep gevormd wordt, die doen er nauwelijks toe. Die zijn eigenlijk compleet arbitrair. Maar telkens opnieuw dezelfde vaststelling, mensen zijn bereid van heel veel toe te geven om toch maar deel te kunnen en mogen uitmaken van een groep. Wel, de link met racisme is makkelijk te maken, want de beste manier of de makkelijkste manier om een groep te vormen is helaas nog altijd door een ander groep aan te wijzen als de vijand. Wij zijn de goeie, dat zijn de slechte. En door het feit dat wij de goeie zijn, gaan we dichter bij elkaar kruipen. En hoe meer we kunnen roepen dat die anderen de slechte zijn, hoe des te beter zullen wij ons voelen. Politici van een bepaald allooi maken daar misbruik van door een verdeel- en heerspolitiek te voeren. En op die manier een groep aan zichzelf te binden door een andere groep aan te wijzen als gevaarlijk. Dat spoort dan natuurlijk met wat we daar straks al beschreven hadden. Al die dingen hangen samen, hè. Dat is ook wel vrij duidelijk, neem ik aan. Dat spoort dan met die categorisatie die we daar straks al beschreven hebben. Als je een andere groep als categorie gaat vatten, dan houdt dat onmiddellijk een ontmenselijking in. Je hebt niet meer te maken met iemand van vlees en bloed, met een eigen geschiedenis, met eigen mogelijkheden, met eigen tekortkomingen. Nee, je hebt te maken met iemand die tot die groep behoort. De autisten, de Arabieren, de vluchtelingen, de ADHD'ers, de Walen, de langdurig zieken, de 75-plussers, noem maar op. Je stopt ze in die categorie en binnen de kortste keren worden ze als categorie behandeld. De laatste vraag, en het is geen toeval natuurlijk dat ik die ook als laatste opgesomd heb, de laatste vraag was dan, moeten we die 75-plussers nog wel een voorrang geven op de intensive care afdelingen, als er mensen van 40 zijn die ook besmet zijn, die ook die plaats nodig hebben, want die 75-plussers, ja, die kunnen we toch beter afschrijven. Goed, laat ons wetsvoorstel indienen, vanaf nu, vanaf 75, allemaal een spuitje. Het probleem in de gezondheidszorg, de financiële put, zal heel snel opgelost zijn. Ik denk dat politici van 74 niet zullen meestemmen. Of voor zichzelf een uitzondering zullen maken. Dus dat tweede veld kunnen we onvermijdelijk ook koppelen aan een aantal van die andere zaken die we al besproken hebben. Dat helpt nog veel meer voor het volgende. Dat heb ik een beetje gegroepeerd. Maar daar kan heel veel in. En dat heb ik benoemd als de valkuilen, dus duidelijk in het meervoud, de valkuilen in ons cognitief functioneren.
Voor degenen onder jullie die straks eventueel experimentele psychologie gaan studeren, wel, veel van die onderzoeksresultaten komen uit experimenteel psychologisch onderzoek. En een van de toonaangevende figuren op dat vlak is Daniel Kahneman, een psycholoog uit Israël, ook werkzaam in Amerika, van zo een van die meer internationale figuren. En die heeft heel veel onderzoek gedaan naar de manier waarop wij denkfouten maken. En die heeft daar een prachtig boek over geschreven, met als titel Ons feilbare denken. En je krijgt eigenlijk een opsomming van de redeneerfouten, of de valkuilen in de manier waarop wij denken, redeneerfouten en valkuilen die we met z'n allen eigenlijk voortdurend maken. En eens dat je dat kent, eens dat je daar zicht op hebt, ja, kan je daar toch wel rekening mee houden en kan je proberen die te vermijden. Vooral duidelijkheid, dat is niet eenvoudig. Het is niet omdat je het weet dat je het ook toepast. Maar als je het niet weet, ja, dan ga je het helemaal niet toepassen. Hè. Het blijft eigenlijk een soort zelfdiscipline om onszelf telkens opnieuw ervoor te waarschuwen dat we die fouten niet maken. Eén daarvan hebben we dat straks al besproken, dat is het binaire denken, het redeneren en of-of. Een ander voorbeeld is het zogenaamde hallo-effect. Een hallo zal jullie, denk ik, niet meer zo bekend zijn, gezien jullie seculier opgevoed geworden zijn, merendeel toch. Een hallo, dat is de stralenkrans die je boven het hoofd van een heilige ziet in de kerken of op de religieuze schilderijen. En die stralenkrans die straalt als het ware uit over het volledige lichaam van die heilige man of die heilige vrouw. Wel, het hallo-effect betekent dat één bepaald kenmerk, één bepaald psychologisch kenmerk, zal uitstralen over het volledige onderwerp, en in dit geval heel vaak over de volledige persoon. Bijvoorbeeld, het is bekend dat mensen met een verslavingsproblematiek heel vaak zullen liegen, bewust of niet bewust, dan is het zelfbedrog, maar dat die mensen heel vaak gaan liegen over de mate van hun gebruik. Hoeveel drinkt je? Oh ja, niet zoveel. Want hoeveel is dat dan? Oh ja, een glas of 5, 6 per dag. Ja, per dag. Dat blijkt dan geen 5, 6 glazen te zijn, maar eerder 12, 13. Dat is deels zelfbedrog, maar deels ook bewuste leugen. Goed, dit treft men zo vaak aan bij mensen met een verslavingsproblematiek, dat men dat weet. En het hallo-effect komt dan hierop neer, dat men zegt van, ja, iemand met een verslavingsproblematiek, die is onbetrouwbaar, die is leugenachtig, je moet er niets van geloven. Dus het liegen, het zichzelf bedriegen op het vlak van verslaving, wordt plots vooral gemeend naar de volledige persoon. En dat heeft, zonder de minste twijfel, ook weer een self-fulfilling prophecy effect. Goed, ander voorbeeld. Het boek van Kahneman staat vol. Een ander voorbeeld is het exposure effect. Dat is eigenlijk vrij infantiel, maar het werkt altijd. Dat is de mate waarin iets herhaald wordt, zorgt ervoor dat het geloofwaardig is. Als iedereen het zegt, moet het toch wel waar zijn. Ja, dat argument, denk ik, is even infantiel als algemeen. En vergis je niet, iedereen van ons zal daar vroeg of laat voor vallen, zonder dat we het eigenlijk beseffen. Een herschrijvingseffect, heel interessant, binnen psychologisch onderzoek. Een herschrijvingseffect, op grond van experimenten blijkt dat wat men ervaart in het laatste tijdsfragment van een bepaald onderzoek, dat die ervaring ervoor zorgt dat de volledige
ervaring op grond daarvan geïnterpreteerd wordt. Dat klinkt een beetje onbegrijpelijk zoals ik het nu formuleer. Ik geef het een voorbeeld. Het zijn onderzoeken waar proefpersonen pijn ervaren. Die pijn is draaglijk, dat is natuurlijk niet direct zodat zij blootgesteld worden aan sadistische onderzoekers. Die zullen er ongetwijfeld ook wel zijn, maar goed, laten we er even van uitgaan dat de ethische commissie dat voldoende bekeken heeft. En de pijnprikkel die toegediend wordt, is bijvoorbeeld dat iemand zijn of haar hand in ijskoud water moet houden gedurende een aantal seconden. En dan weer niet, noem maar op. Goed, de proef wordt zo opgesteld dat een aantal proefpersonen uitdrukkelijk meer pijn hebben, meer pijn te verduren krijgen dan anderen. Concreet, dat betekent als de totale proef, ik zeg maar wat, een kwartier duurt, dat zij gedurende dat kwartier 9 minuten met hun hand in koud water zullen zitten. En de anderen bijvoorbeeld maar 5 minuten. Ja. En dan komt het, de proef wordt zo opgesteld dat bij een aantal proefpersonen de tijdsduur van de pijnprikkel het langste is op het einde van het experiment. En dan krijg je mensen die, als je het volledige experiment neemt, maar 6 minuten blootgesteld geworden zijn aan de pijnprikkel, waarvan 2 minuten op het einde. En dan krijg je andere mensen die 9 minuten blootgesteld geworden zijn aan de pijnprikkel, waarvan maar 30 seconden op het einde. En die 9 minuten die zijn verdeeld over het volledige verloop van de proef. Wel, systematisch blijkt het volgende bij navraag. De mensen die de langdurigste pijnprikkel gekregen hebben op het einde van het onderzoek, die geven aan dat zij veel meer pijn gehad hebben dan de groep die de facto een pijnprikkel gedurende een langere periode meegemaakt heeft. Dus het laatste wat we meemaken blijft het meest hangen. Nou, op zich is dat vrij logisch. Maar datgene wat blijft hangen is ook van die aard dat we op grond daarvan al het vorige herschrijven en op die manier gaan interpreteren. Goed, concrete toepassingen. Voor de klinisch psycholoog, als je straks werkt met iemand die depressief is en je laat die man of die vrouw zijn levensverhaal vertellen, ja, dan geef ik u op voorhand op een briefje dat levensverhaal één langgerekt, treurig verhaal zal zijn, waarin er niets, maar dan ook niets gelukt is, op grond waarvan dat je, als je een beetje naïef bent en nog minder ervaring hebt, op grond waarvan dat je wel moet besluiten dat het niets anders opzat voor die man of die vrouw om depressief te eindigen. Want met zo'n verhaal, dat kan toch niet anders. Een tweede voorbeeld. Iemand die een echtscheidingsproblematiek achter de rug heeft. En echtscheidingen die zijn heel vaak, op zijn zachtst uitgedrukt, bijzonder onaangenaam. Als je die man of die vrouw kort nadien laat vertellen over het huwelijk dat zo pas beëindigd geworden is, dan zit de kans er dik in dat huwelijk van x aantal jaar, dat huwelijk beschreven wordt als één langgerekte nachtmerrie, waar er alleen maar slechte dingen gebeurd zijn. En hoe is het mogelijk dat ik daar niet vroeger uitgestapt ben en ik heb het pas veel te laat gezien, noem maar op. Hè. Wel, dit zijn twee voorbeelden van wat Kahneman beschreven heeft. Het is de eindfase die ervoor zorgt dat alles wat voorafgegaan wordt, ingekleurd wordt. Ingekleurd met het affect dat hoort bij die eindfase. Ik heb nu twee negatieve voorbeelden gegeven. Het omgekeerde geldt evenzeer. Als die eindfase positief is, dan wordt datgene wat voorafgegaan, wat eraan vooraf gaat, positief ingekleurd, ook als het dat eigenlijk veel minder was. Goed, terugkerend naar
het algemene lemma, de valkuilen in ons cognitief functioneren. Je moet eigenlijk heel goed nadenken over onze manier van denken, om op die manier na te gaan waar je best een aantal kritische kanttekeningen bij zet. Je moet eigenlijk voortdurend advocaat van de duivel spelen in je eigen denken. Een kritisch denken is niet zo eenvoudig, omdat je dan eigenlijk voortdurend zelfkritiek moet formuleren. We vinden het heel eenvoudig om dit soort fouten op te merken bij anderen, maar het is knap moeilijk om het eigenlijk bij onszelf te zien. Volgende voorbeeld, manipulatie en indoctrinatie. Nou, daar hebben we het al vrij voldoende over gehad. We zijn zeer gemakkelijk te manipuleren, we zijn zeer gemakkelijk te indoctrineren. En de achtergrond daarvan is, hebben we al beschreven. De achtergrond heeft te maken met het eerste proces in onze identiteitsconstructie. We gaan ons identificeren met wat ons aangeboden wordt. Wel, als je systematisch bepaalde dingen gaat aanbieden, dan is dat een uitstekende manier om mensen daarmee of op grond daarvan te manipuleren. Dat is de manier waarop reclame werkt. Dat is de manier waarop de media werken. En heel opvallend, ook dat is door Kahneman aangetoond, we wisten dat eigenlijk al, maar heeft dat nog eens uitdrukkelijk aangetoond, heel opvallend, die beïnvloeding van die voorgehouden beelden en ideeën gebeurt ook sublimineel, gebeurt ook onbewust. Je zit te kijken op je smartphone of op je laptop of op je tablet naar Facebook of naar andere toestanden en er passeren voortdurend reclamebeelden, reclameplaatjes en je denkt dat je die niet ziet. Wel, wees maar gerust, heb ze wel gezien of uw subliminele waarneming heeft ze opgenomen en ze hebben bovendien effect op uw gedrag. Dit is zeker een argument, een ethisch argument, om reclame onder controle te houden. Het is zonder tenminste, het is zonder meer duidelijk dat reclame voor kinderen verboden zou moeten worden. Want zij zijn zeer gemakkelijk beïnvloedbaar, nog veel meer dan volwassenen. En wat zien we? Het verbod op reclame, bijvoorbeeld tijdens kinderprogramma's, dat er ooit was, is gaandeweg geërodeerd en uiteindelijk zelfs afgeschaft geworden. Hoe dat gebeurd is, daar kunt u het antwoord voor lezen bij Van Bavel, bij de evolutie van die politiek en die economie. Maar goed, daar komen we straks nog even op terug. Dat waren de zaken waar psychologie kritische kanttekeningen bij kan plaatsen. We hebben ook het omgekeerde. Vanuit ons vakgebied kunnen wij ook uitdrukkelijk een aantal positieve zaken aanreiken. Zaken die men best zoveel mogelijk kan proberen te installeren. Omdat we dat weten op grond van onderzoek dat dit die maatschappelijke organisatie in goede richting zal duren. Wel, ik heb er ook een aantal van opgezomd. Reëel sociaal contact bijvoorbeeld. Denk aan wat ik daar straks gezegd heb over kinderen die opgroeien of die opgevoed worden in gemengde omgevingen, waar ze dus reële sociale contacten hebben met de andere kinderen. Dat heeft op alle mogelijke vlakken voordelen. Wederzijdse sociale controle werkt heel sterk. Wederzijdse sociale controle, waarom werkt dat zo sterk? Wel, een van de geliefkoosde bezigheden die we hebben is het observeren van anderen en het vertellen over die anderen. Sommigen noemen dat psychologie, anderen noemen dat roddelen. Het onderscheid laat ik aan jullie over. Dit is evolutionair gezien zeer belangrijk. Want het zorgt ervoor, die sociale controle, want daar komt het op neer, het zorgt ervoor dat iemand zich moet voegen naar de maatschappelijke normen. En dat iemand eigenlijk niet te veel van mag afwijken. En die sociale controle, ja, dat kan misschien negatief overkomen, zeker als je het gaat benoemen als roddelen en als je het gaat benoemen als verklikken. Zaken die bij ons onmiddellijk een aversie oproepen. Maar denk even aan het alternatief. Het alternatief is een
top-down controle, waarbij er iemand heel autoritair boven jou staat en van daaruit, vanuit een soort bevelsorganisatie, zal gaan zeggen wat er kan en wat er niet kan. En ook dit kunnen we weer toepassen op wat we nu meegemaakt hebben, of wat we nu aan het meemaken zijn. Kijk eens naar de verschillende landen en de manieren waarop landen die lockdown geïnstalleerd hebben. Grosso modo kan je een onderscheid maken tussen landen die zich beperkt hebben, dus overheden bedoel ik dan, overheden die zich beperkt hebben tot het vooral geven van richtlijnen, met daarin een beperkt aantal zaken die verboden werden. Dat is bijvoorbeeld Nederland. Andere landen werken met regels, controle en bestraffing. Dat is België. Het is geen toeval, als je dat op de Europese kaart gaat bekijken, het is geen toeval dat de scheidingslijn tussen die twee landen ligt tussen Noord en Zuid. Met andere woorden, tussen het protestantse Noorden en het katholieke Zuiden. Een protestantse maatschappij gaat veel meer uit van zelfdiscipline en van het zichzelf moeten verantwoorden tegenover het al dan niet volgen van de regels. Een katholiek georganiseerde maatschappij gaat heel sterk uit van een top-down controle met boete en straf. In welke maatschappij wil je leven? Eén waarin je behandeld wordt als een klein kind, dat uitdrukkelijk gezegd moet worden wat mag en wat niet mag en een tik op zijn vingers krijgt als het een fout maakt? Of een maatschappij waarin je behandeld wordt als volwassene, waarin je gezegd wordt van kijk, gezien de omstandigheden, die en die en die dingen, doe je beter niet. En er is één iets wat zo gevaarlijk is dat we het gewoon weg verbieden. En we rekenen op jullie verantwoordelijkheden. En bovendien rekenen we ook op jullie sociale controle. Je ziet in die landen dat de sociale controle vrij sterk aanwezig is. Mensen die het gaan overtreden, die worden daarop aangesproken. Niet door een politieagent, wel door simpelweg iemand anders. Goed, dus wederzijdse sociale controle, als je dat kan bevorderen, dan krijg je eigenlijk wel een andere samenleving in vergelijking met die top-down maatschappij. Een ander onderwerp waar we het al uitvoerig over gehad hebben, is die daling van sociale ongelijkheid. Dat kan dan hoofdzakelijk via onderwijs. Als we die ongelijkheid kunnen verminderen, dan zie je dat een aantal maatschappelijke factoren door de goede richting uitgaan. Dat is meer sociologisch, sociaal, meer psychologisch dan een volgende punt. Het zo organiseren van een aantal maatschappelijke structuren, dat er voornamelijk appel gedaan wordt op een intrinsieke motivatie en op zelfdeterminatie. Het voorbeeld van daarstraks, van die richtlijn en die maatregelen, sluit er ook bij aan. Een intrinsieke motivatie en een zelfdeterminatie. Als je dat doet, als je de locus of control, zoals men dat uitdrukt, bij de persoon zelf legt, dan heeft dat een veel beter gevoel. Als je dat erbuiten gaat leggen en met externe factoren gaat werken, ja, dan is dat een andere context, een andere situatie. Goed, daarmee kom ik bij mijn algemeen besluit. De vraag of de mens goed of slecht is, hebben we al beantwoord. Het is complexer dan dat binaire. Het is duidelijk dat we een aantal zaken zelf kunnen sturen. En dat kunnen we dan ook beter doen. En dan moeten we ons ook op voorhand afvragen in welke richting we willen sturen. Wat meteen betekent dat wetenschap niet kan zonder een ethische insteek. Want dat sturen, dat betekent dat je gaat sturen in de richting van bepaalde kenmerken. En die kenmerken die hebben dan te maken met sociale verhoudingen. En sociale verhoudingen die zijn altijd ethisch gerelateerd.
Wat we ook in onze inleiding zoveel lessen terug aan bod hadden zien komen, was de vraag of we er nu echt wel op vooruit gegaan zijn. Het vooruitgangsdenken, of daartegenover, of het zo is dat we spiraalsgewijs naar beneden aan het gaan zijn, het fameuze doemdenken. Wel, ook daar kunnen we ondertussen een vrij duidelijk antwoord op formuleren. Dat hadden we al even gegeven. Als je het op langere termijn bekijkt, gaat het vandaag uitdrukkelijk beter. We hebben geen hongersnood meer. Er is een hoger opleidingsniveau voor een meerderheid van de mensen. De sociale ongelijkheid is afgenomen. Er is minder agressie, noem maar op. Dat is op een tijdsschaal van een aantal eeuwen. Als we dan recenter gaan kijken, dan zien we dat ons paradijs bedreigd wordt. En dit is geen overdrijving, het gaat echt wel degelijk over een bedreiging. Dat ons paradijs bedreigd wordt door een aantal zaken waar we dringend antwoorden op moeten formuleren. Dat is dan in eerste instantie die klimaatsverandering. Lijkt te behoren tot het domein van de natuurkunde en de biologie. Maar dat is natuurlijk niet het geval, want die klimaatverandering is een gevolg van onze maatschappelijke organisatie van de voorbije eeuwen. Dus het heeft wel degelijk met ons te maken. En een tweede belangrijke bedreiging is natuurlijk de recente toename. Recent, dat is dan de laatste decennia, de recente toename van die sociale ongelijkheid. Daarin, of daaraan gekoppeld, hebben we dan ook het probleem van agressie op afstand. Dat is iets dat eigenlijk vrij nieuw is. En bij agressie op afstand, dan denken we, denk ik, vrij snel aan het gebruik van drones, aan het gebruik van raketten. Het is makkelijker om iemand uit te schakelen als je achter een computer zit met een spelconsole. En daarmee het een en het ander gaat afvuren op abstracte figuurtjes, dan dat je dat in het echt moet doen. Goed, die vorm van agressie op afstand kennen we. Wat we veel minder kennen, en als voorbeeld, maar dit is misschien veel belangrijker, zeker vandaag en morgen. Een ander voorbeeld van agressie op afstand betreft de beslissingen die genomen worden op aandeelhoudersvergaderingen. Aandeelhoudersvergaderingen die anoniem verlopen. Dat zijn heel dikwijls zelfs geen reële vergaderingen meer. Men stemt via de computer en men gaat stemmen om aandelen, om de dividenden omhoog te krijgen, om de winstmaximalisatie toch maar veilig te houden. En met die manier waarop we daar gaan stemmen, met de manier waarop we ons daar gaan gedragen, gaan we bijvoorbeeld ervoor zorgen dat er 10.000 mensen ontslagen worden. Dat een bedrijf zich gaat relocaliseren naar een lage loonland. Dit is agressie op afstand. Beeld je even in, de klassieke fabrieksdirecteur van pakweg 100 jaar geleden, dus nog dichter bij ons in de tijd, die de facto van de 300 man die in zijn fabriek werkt, er 60 moet gaan ontslaan. 60 mensen die hij meestal bij naam kent, of die hij toch minstens ziet, lijfelijk ziet. Dat is veel moeilijker, hè? Want dat is ook een vorm van agressie, maar dan niet meer op afstand. Die druk op de knop is ook een agressieve druk, maar we beseffen het nauwelijks. Goed. In het begin van het college vandaag heb ik verwezen naar Hegel. Hegel die als een van de weinige filosofen een ander idee had over vervreemding. De meerderheid van de filosofen tot vandaag de dag zullen vervreemdingen per definitie beschouwen als een effect dat alleen maar toe te schrijven valt aan het maatschappelijke. Vandaar dan ook de beschuldiging. Wel, Hegel heeft daar een heel andere mening over. Hij zal ook wel stellen dat vervreemding een effect is van een aantal maatschappelijke veranderingen, maar dat die veranderingen niet alleen maar negatief kunnen bekeken worden
En dat het wel een goed idee zou kunnen zijn voor veel mensen om zich daar op een of andere manier mee te verzoenen. Goed, wat bedoelt u daarmee? De oorzaak van ons onbehagen, de oorzaak van die negatieve blik op het maatschappelijke, is voor een flink stuk verklaarbaar vanuit een aantal intrinsieke redenen. En dan hebben we het over de manier waarop onze identiteit geconstrueerd wordt, op basis van identificatie. Identificatie, dat kan al vrij snel leiden tot het gevoel van vervreemding. Onvermijdelijk komt er ook de verdeeldheid bij. Verdeeldheid tussen die verschillende identificaties. Verdeeldheid tussen het lichaam dat we zijn en het lichaam dat we denken te hebben. En in het slechtste geval kan dat dan ook nog de basis vormen voor een intern conflict. Wat is de oplossing daarvoor die je bij Hegel kunt vinden? En die wij vanuit onze psychologische benadering toch voor een flink stuk kunnen onderschrijven. De oplossing bij Hegel is de volgende. We moeten ons in eerste instantie bewust worden. Bewust worden van de manier waarop wij functioneren. Bewust worden van het feit dat wij inderdaad onze identiteit gehaald hebben in die buitenwereld. En ons bewust worden van het feit dat we dat tot op zekere hoogte kunnen sturen. Dat we daar mogelijkheden in hebben en veel meer mogelijkheden dan we wel vermoeden. Wel, het is op dat punt dat Hegel komt aandraven met het idee van de verzoening. Eventjes de figuur situeren. Situeert zich, zoals het belangrijkste deel van zijn werk, in het begin van de 19e eeuw. Dat betekent in de periode na de Franse Revolutie. En in de periode gedurende de welke Napoleon een flink stuk van Europa in de richting van een rationeel geordende maatschappij had uitgestuurd. Napoleon wordt vandaag de dag voorgesteld als een slechterik, laat het ons zo benoemen. Dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat hij verloren heeft en dat de geschiedenis die geschreven wordt door de overwinnaars, in dit geval de Engelsen, dat die hem voornamelijk als alleen maar slecht hebben afgeschilderd. Goed, Hegel had er duidelijk een andere mening over, want die rationaliteit die door Napoleon opgelegd werd, daar was hij zeker voor te vinden. En wat hij dus beschrijft in zijn filosofie, dat is het idee dat de maatschappij er uitdrukkelijk op vooruit gegaan is. Want er is veel meer gelijkheid, en dat klopt. Er is veel meer vrijheid, dat klopt. Er is veel meer rationaliteit. En die zaken kun je alleen maar toejuichen. Maar, zegt Hegel, de snelheid waarmee dat die vooruitgang geïnstalleerd geworden is, heeft tot gevolg gehad dat er heel veel mensen zich inderdaad vervreemd voelen. En vanuit die vervreemding, vanuit dat gevoel van vervreemd zijn, gaan ze die zaken die eigenlijk in hun voordeel zijn, gaan afwijzen. En ze als negatief beschouwen. Als je een hedendaags voorbeeld wilt hebben, denk even terug aan Amerika onder president Obama. Obama die op een bepaald ogenblik een algemene ziekteverzekering wilde invoeren. Iets wat voor ons natuurlijk al meer dan een halve eeuw vanzelfsprekend is. Obama wil dat invoeren en wie komt er tegen in opstand? Heel veel modale Amerikanen die dat niet willen. En ze willen het niet omdat het niet strookt met hun traditioneel maatschappelijk beeld. Terwijl dat ze eigenlijk, als ze zouden daarover voldoende tijd krijgen om na te denken, terwijl ze eigenlijk zouden moeten vaststellen dat het in hun voordeel is. Wel, dit is wat Hegel beschrijft in de 19e eeuw. Een maatschappelijke verandering kan van die aard zijn dat mensen die eigenlijk nog deel uitmaken van een traditionele maatschappij, dat ze zich daardoor aangevallen voelen, dat ze zich vervreemd voelen en dat ze er niet in meestappen.
En op dat ogenblik zegt Hegel, is het idee van verzoening een flink stuk interessanter dan zich alleen maar gaan afzetten tegen die vooruitgang. Voor alle duidelijkheid, als we het woordje verzoening gebruiken, ja, dat klinkt zo'n beetje, ik weet niet welk woord ik zou moeten gebruiken, dat klinkt niet zo onmiddellijk positief. Hè? Het roept associaties op van berusting, er zich bij neerleggen, dus dat soort zaken. Dat is niet wat Hegel eronder begrijpt en dat is zeker niet wat we met onze recente theorievorming daarover kunnen vertellen. Nee, het gaat hier veel meer over een actief proces. Een actief proces van zich toe te eigenen. Van iets wat deel uitmaakt van onze identiteit, van dat achter ons te laten en van actief te gaan kiezen voor iets anders en ons dat te gaan toe-eigenen. Ja. En we kunnen hier heel mooi, vind ik toch, een vergelijking maken met die twee constituerende processen bij onze identiteitsvorming, met name de identificatie en de separatie. Identificatie houdt in dat we zaken zomaar overnemen. Het aspect vervreemding leunt daarbij aan. Separatie houdt eigenlijk in dat we afstand nemen van bepaalde van die beelden of woorden en dat we ons heel actief andere beelden gaan toe-eigenen. Dus separatie betekent niet alleen maar in een hoekje kwaad te zitten kijken en nee, nee, nee roepen. Nee, separatie betekent iets gaan weigeren en een keuze maken voor iets anders waarmee men zich dan vervolgens gaat identificeren. Het wordt een subjectieve toe-eigening. Want dat is wat Hegel bedoelde en ik denk dat dat geen slecht antwoord is op dat idee van onbehagen en op dat idee van vervreemding. Goed, daarmee zijn we stilletjes aanbeland bij het einde als dusdanig van deze colleges, of toch dit luik ervan. En dan kunnen we de vraag stellen naar de toekomst. Als we op korte termijn kijken, en dat is dan eigenlijk een halve eeuw, dan zien we een evolutie. Dan zien we dat we een evolutie doorgemaakt hebben van een verzuilde, onvrije maatschappij tot pakweg 1960. Naar een geïndividualiseerde maatschappij, dat is dan zo rond 2000. En dat we nu, denk ik, aan het evolueren zijn naar een maatschappij waarin autonomie en verbondenheid centraal zal staan. Geen individualisme meer, maar autonomie. Met die zelfdeterminatie en die intrinsieke motivatie. Maar tezelfde tijd in verbinding met de anderen, want die anderen hebben we wel nodig. De belangrijkste evolutie die we op dat vlak zullen moeten doormaken, en we gaan ons die actief moeten toe-eigenen, dat zal niet vanzelf gebeuren. De belangrijkste evolutie op dat vlak is deze naar een horizontaal gegronde autoriteit. En als we dat dan maatschappelijk gaan vertalen, die horizontaal gegronde autoriteit, dan houdt het in dat we moeten evolueren, in het ideale geval, naar wat ondertussen benoemd wordt als een deliberatieve democratie. Deliberatieve democratie. We hebben het daar vroeger al even heel kort over gehad in het eerste deel, toen we het hadden over die transitie naar een andere organisatiestructuur voor autoriteit. Ik ga daar nu even dieper op ingaan, omdat dit, denk ik, een van de belangrijkste zaken is voor de onmiddellijke toekomst. Dus zullen daar een aantal kantelmomenten in optreden. Goed, ik ga ervan uit dat het merendeel van jullie voorstander is van democratie. Niet iedereen meer ondertussen, daar is ook een reden voor, waar we het straks over zullen hebben. Maar in de veronderstelling dat je voorstander bent van een democratie, ja, dan ga je ook wel moeten vaststellen dat die democratie vandaag eigenlijk niet meer zo goed werkt. Hoe komt dat?
te gemakkelijke verklaringen verwijzen dan onmiddellijk naar populisme, nationalisme. Wel, dit zijn geen oorzaken, dit zijn gevolgen. En de vraag is dan natuurlijk, gevolgen waarvan? Goed, even terugkeren naar democratie, naar het, democratie als dusdanig. En als je daarover de goede auteurs leest, dan kom je terecht in de politieke filosofie natuurlijk. Als je daarover de desbetreffende deskundigen leest, dan ga je heel snel te lezen krijgen dat democratie per definitie een oneindig proces is. Een proces dat zich nooit volledig kan realiseren. Hoe komt dat? Dat heeft te maken met een tegenstrijdigheid, een paradox, die in democratie zelf inbegrepen ligt. De twee basisprincipes van democratie zijn vrijheid en gelijkwaardigheid. Iedereen is vrij en iedereen is gelijkwaardig. Wel, dat is op zich natuurlijk mooi, belangrijk, noodzakelijk. Maar de twee samen zorgen voor een spanningsveld. Als iedereen zijn of haar vrijheid ten volle wil waarmaken, dan bots je op de gelijkwaardigheid van anderen. Als iedereen verplicht gelijkwaardig moet zijn, dan valt de vrijheid weg. Dus democratie is altijd dansen op een slappe koord tussen die twee, vrijheid en gelijkwaardigheid. Vandaar dat het als proces nooit af is en dat er steeds opnieuw gezocht moet worden naar manieren om dat democratische bestel te organiseren. Kortom, er is geen vaststaande methode op grond waarvan je weet, als we dit hebben, als we dit installeren, dan hebben we automatisch democratie. Dat is niet het geval. En dan komen we bij onze hedendaagse situatie en de moeilijkheden die we overal moeten vaststellen op vlak van die democratie. Dan komen we bij de hedendaagse situatie. En wat kunnen we daar zien? Dat is dat de methode op grond waarvan democratie gedurende pakweg een eeuw gefunctioneerd heeft, eigenlijk ietsje minder dan een eeuw, dat die methode niet langer meer werkt. En die methode, dat zijn de algemene verkiezingen. Wat is de bedoeling, of wat was, ik moet helaas in de verleden tijd bespreken, wat was de bedoeling van verkiezingen? De bedoeling was het samenstellen van een representatieve groep van de bevolking. Een groep die de bevolking kon vertegenwoordigen. Vandaar dat we ook spreken over volksvertegenwoordigers. En die als representatieve groep beslissingen zou nemen in functie van het algemeen belang. De voorwaarden op dat verkiezingen daarin zouden slagen, zijn dubbel, dat is eigenlijk al lang bekend. De eerste voorwaarde is dat iedere volwassene een stemrecht heeft. Dat is ondertussen al geruime tijd geïnstalleerd, minder lang dan dat je vermoedt. Vrouwelijk stemrecht is van 1948. Dat is de eerste voorwaarde, dus algemeen stemrecht. De tweede voorwaarde is dat iedereen zich moet kunnen verkiesbaar stellen. Iedereen moet zich kunnen verkiesbaar stellen. Wel, probeer maar eens hè, om je verkiesbaar te stellen. Je zult zien dat dat kan, maar het zal niks opleveren natuurlijk. Hè. Waarom niet? Wel, daar komen we bij de huidige mislukking van de methode op grond waarvan een democratisch bestel vroeger functioneerde. Verkiezingen op dit ogenblik leveren geen groep meer op die representatief is voor de bevolking, om de heel eenvoudige reden dat diegenen die kunnen verkozen worden, die worden op voorhand geselecteerd. En die worden geselecteerd vanuit de partijen. Het zijn de partijen die de kieslijsten gaan opstellen. Het zijn de partijen die gaan bepalen waar iemand op een kieslijst staat. En dat bepaalt eigenlijk op voorhand al in grote mate de kans of iemand al dan niet verkozen zal worden. Met andere woorden, die groep die zogenaamd
representatief voor de bevolking zou moeten zijn, die wordt op voorhand op een dusdanige manier al geselecteerd dat die representativiteit zoek is. Het wordt nog erger. Die groep die dan uiteindelijk verkozen geraakt is en in het parlement mag zetelen, die zouden daar dan als vertegenwoordigers van het volk beslissingen moeten nemen, naar eer en geweten, zoals dat heet, in functie van het belang van dat volk. Wat blijkt? De beslissingen die zij in het parlement moeten nemen, die worden gedicteerd door dezelfde groep die hen in eerste instantie op de kieslijsten gebracht heeft. Met andere woorden, het zijn de partijbureaus die beslissen. En ik heb het nu niet alleen over België, laat dat duidelijk zijn. Dit is eigenlijk een euvel dat we op dit ogenblik in Europa, en niet alleen in Europa, maar in alle westerse landen vinden. Op dit ogenblik hebben we geen democratie meer, maar een particratie. Het zijn de partijbureaus, en dat zijn maar een heel beperkt aantal mensen, die gaan beslissen over wat er in, hoe dat de maatschappij bestuurd wordt en hoe dat een aantal zaken georganiseerd worden. Op de koop toe, excuseer mij, maar ik moet jullie een snel cursus politiek recht geven, op de koop toe zien we dat in de huidige manier waarop de democratie functioneert, of beter gezegd niet meer functioneert, op de koop toe zien we dat een klassieke voorwaarde niet langer meer gerespecteerd wordt, al geruime tijd niet meer. Een klassieke voorwaarde, dat gaat terug naar Montesquieu, een van de mensen die daar heel hard over nagedacht heeft een paar honderd jaar geleden. Een van de voorwaarden voor een democratisch bestel is de scheiding der machten. Er zijn drie machten die het democratisch bestel gaan uitmaken. En die drie machten die moeten onderling gescheiden blijven. Daar moeten tussenschotten tussen functioneren, zodat ze elkaar kunnen controleren. En die drie machten, dat is het parlement, de regering en het gerecht. En het parlement is wetgevend. Dat is eigenlijk het belangrijkste. De wetten worden traditioneel gezien in het parlement gemaakt. De regering is het minst belangrijke. Die is uitvoerend. Die moet uitvoeren wat het parlement gestemd heeft. En het gerecht is controlerend op de twee anderen. Dus wetgevend, uitvoerend en controlerend. Wat zien we al geruime tijd? Het parlement staat buitenspel. Vandaar als je beelden ziet van het parlement op het journaal, dan zie je voornamelijk lege banken. Ik kan dat heel goed begrijpen. Ik zal daar ook niet gaan zitten als je toch alleen maar op een knopje moet drukken. En dat je al op voorhand gezegd geworden bent hoe dat je moet drukken. Dat is tijdverlies. Dat is zoals naar een college gaan van een prof die alleen maar zijn cursus afleest. Dan kan je ook beter thuis blijven. De regering die binnen de klassieke scheiding der machten uitvoerend zou moeten zijn, die is absoluut niet meer uitvoerend. Integendeel, die is wetgevend. Die zal de wetten influisteren naar het parlement. En het gerecht, in toenemende mate zien we dat het gerecht niet meer onafhankelijk is, maar beïnvloed wordt vanuit de politiek. Goed, wat betekent dat? Betekent dat dat democratie niet werkt, zoals vandaag wel vaker naar voren geschoven wordt. En je moet altijd zeer aandachtig zijn en goed nakijken welke figuren dat naar voren schuiven, dat soort ideeën. Want dat zijn dan meestal de figuren die erop uit zijn om de democratie zo snel mogelijk af te schaffen en te vervangen door iets dat je echt niet wilt. Nee, dit is geen aanwijzing voor het feit dat de democratie niet meer werkt. Het is een aanwijzing voor het feit dat het tijd wordt om over te stappen naar een nieuwe methode. Een nieuwe methode op grond waarvan we een representatieve groep burgers kunnen samenstellen, die dan vervolgens voor ons beslissingen zullen nemen in functie van het algemeen belang. Een andere methode dan de verkiezingen, want die verkiezingen beantwoorden niet meer aan het gestelde doel. Als je dat als probleem aankaart, dan zal het meerdere van de mensen om bijna onmiddellijk zeggen van ja, maar er is toch geen andere methode. Hoe zouden wij nu op een andere manier een
representatieve groep burgers kunnen samenstellen, behalve dan via verkiezingen. Hè. Nog los van het feit dat die groep niet meer representatief is natuurlijk. Wel, dan kunnen we weer even terugkeren naar die deskundigen die er al geruime tijd over nadenken en die vrij snel met volwaardige alternatieven op de proppen komen. Eerst dan vooral het meest klassieke alternatief dat er is, dat er bestaat, want dat gaat terug naar de oervorm van de democratie in de Griekse stadsstaten. En daar werd het parlement of de volksvergadering, de boule, zoals dat heette, simpelweg samengesteld op grond van loting. Burgers werden uitgeloot. En die loting zorgde ervoor dat op toevalsbasis er een groep gevormd werd die representatief was voor de bevolking. Dat was het parlement. En om de zoveel jaar kwam er een nieuwe loting en was het een andere groep. Een tweede methode, op grond waarvan we een dergelijke representatieve groep kunnen samenstellen, is dezelfde methode zoals we toepassen bij wetenschappelijk onderzoek. Zeker in het Westen kennen wij de samenstelling, de demografische samenstelling van een populatie vrij goed. We weten hoeveel mannen, hoeveel vrouwen, hoeveel laag opgeleide, hoeveel hoog opgeleide, hoeveel dit, hoeveel dat. Dus het is echt niet zo moeilijk om op grond daarvan te zeggen van kijk, een representatieve groep van de bevolking, die moet er zo uitzien, zo en zo en zo, en dan vervolgens op zoek te gaan naar iemand die dat vakje kan invullen. Goed. De eerste kritiek die mensen op een dergelijk voorstel zullen formuleren is de volgende, maar dat is ook begrijpelijk. De eerste kritiek die men zal formuleren is de volgende. Van ja, maar goed, dan heb je een groep mensen die geen enkele ervaring hebben. Die bovendien in meer van de gevallen niet beschikken over voldoende kennis. In België hebben wij heel veel hoogopgeleide mensen, maar de meerderheid is nog altijd laag opgeleid of middelmatig opgeleid. En als je een representatieve groep samenstelt, dan zal het aantal hoogopgeleide mensen in die groep een weerspiegeling zijn van de minderheid die ze ook uitmaken in de maatschappij als dusdanig. Dus hoe ga je dat dan doen? Je hebt dan een groep mensen van wie je eigenlijk op voorhand weet dat ze niet over de kennis beschikken. Niet over de nodige kennis om bijvoorbeeld te beslissen over die complexe dossiers van het klimaat of over die dossiers die straks op ons afkomen in verband met het economische dal waar we doorheen zullen moeten gaan. Ja, hoe kijk je dan daar tegenaan? Wel, eerst dan vooral even terugkeren naar het huidige parlement. Denk je dat die mensen de kennis hebben? Kijk eens naar de voorbije legislaturen. Je hebt iemand die minister is van kunst. Die wordt in een volgende legislatuur minister van landbouw. En die wordt dan in de legislatuur daarop minister van onderwijs. Dat is ofwel iemand die geniaal is, en op al die verschillende vakken ontzettend veel kennis heeft. Ofwel is dat iemand die die kennis niet bezit. Ik heb het nu over een minister, maar hetzelfde geldt natuurlijk voor de parlementsleden. Die hebben die kennis ook niet. En dat is op zich geen probleem. Waarom niet? Omdat die volksvertegenwoordiging zich moet laten voorlichten door experten. Zoals nu vandaag gebeurt met deze coronacrisis. Je hebt een expertencomité die op grond van degelijke kennis een groep politici gaat adviseren. Het blijven de politici die een beslissing moeten nemen, laat dat duidelijk zijn. Maar ze kunnen de kennis niet hebben, dat is onmogelijk, en ze moeten die kennis gaan halen waar die zit. Vandaar bijvoorbeeld die adviescommissie waar ik het daar straks over had in verband met burn-out. Dus de kritiek dat een dergelijke groep mensen te dom zou zijn om te kunnen regeren, gaat niet op. Je kan dat eigenlijk perfect oplossen op dezelfde manier zoals uiteindelijk ook vandaag de dag gebeurt.
Wel, die deliberatieve democratie, dat zijn ondertussen, want het is niet alleen maar een gedachte-experiment, van die deliberatieve democratie zijn er ondertussen al heel veel concrete voorbeelden. Dit is niet iets wat alleen maar op papier bestaat, dit is in de praktijk uitgetest. En er is daar een Amerikaanse collega, James Fishkin, die daar heel hard op gewerkt heeft en die eigenlijk wereldwijd ook heel wat initiatieven genomen heeft. En als je ziet wat de resultaten daarvan zijn, ja, die zijn zeer verheugend, die zijn zeer positief, dat werkt eigenlijk vrij goed. De toepassing van een deliberatieve democratie of een participatieve democratie zou een vernieuwde elan kunnen betekenen voor ons democratisch bestel. Helaas is het natuurlijk zo dat de mensen die daarover moeten beslissen, juist die mensen zijn die nu aan de stuurknuppel zitten en die helemaal geen zin hebben om die stuurknuppel uit handen te geven. Je ziet dat op lokaal niveau, bij gemeenteraadsverkiezingen, in steden en gemeenten, dat deliberatieve en dat participatieve meer en meer doorbreekt. Daar is het wel volop bezig. Op federaal niveau doet men soms alsof er daar een aantal initiatieven in die richting gaan, maar het blijft voorlopig nog bij lippendienst. Ik ben ervan overtuigd dat als we een democratisch bestel willen houden, dat we die richting zullen moeten uitgaan. Wat heeft het nu te maken met dit vak? Wel, de argumenten om dit naar voren te schuiven, die zijn niet ideologisch. Die berusten op wetenschappelijk onderzoek. Het is wetenschappelijk onderzoek dat aantoont dat beslissingen genomen door een groep die op deze manier samengesteld is en die op deze manier functioneert, dat die voor een veel betere maatschappelijke organisatie zorgen. Maatschappelijke organisatie in functie van de belangen van de leden van die gemeenschap. En ik dacht dat dat toch wel de bedoeling was van politiek. Goed. We hebben in ons eigen land daar wel een deskundige over. Dat is David van Rijbroek, die een kort boekje geschreven heeft. Nauwelijks 120 bladzijden, denk ik, met de titel Tegen verkiezingen. Ik kan u dat boekje warm aanbevelen. Je gaat er wel een aantal zaken kunnen uithalen. Het is duidelijk dat mijn pleidooi telkens er opnieuw neerkomt om een kritische maatschappijtheorie zoveel mogelijk te gaan baseren op wat we weten vanuit wetenschap. Wat we weten vanuit een wetenschappelijke consensus en wat we moeten betwijfelen ook vanuit wetenschappelijk onderzoek. Als men daar een stuk rekening mee wil houden, dan zou het al op een aantal vlakken een veel betere richting kunnen uitgaan dan dat nu helaas maar al te vaak het geval is. Goed, ik ga hier dit stuk afronden. Dat betekent dat de colleges het vak als dusdanig klaar is. Na de pauze ga ik nog een soort uitsmijter geven waar ik eens zal nadenken over wat er nu bezig is en over wat er nu eventueel op komst is. Maar nu gaan we eventjes pauzeren.
tijd voor de uitsmijter. Ja, nu wel. Tijd voor de uitsmijter. Ik denk dat jullie over een jaar of 30, 40 aan jullie kleinkinderen zullen spreken over wat jullie meegemaakt hebben in 2020. Dit zou wel eens een kantelmoment in de geschiedenis kunnen worden op een aantal vlakken. Het zou ook kunnen dat de impact ervan veel kleiner is dan dat vandaag gevreesd wordt. Eigenlijk weten we het niet. We weten het niet en we willen het weten. We stellen ons allemaal vragen. En sommigen onder ons hebben tijd om daarover na te denken. Worden daar zelfs voor betaald. Ik ben een van die geprivilegieerde mensen. En dan wil ik ook wel een aantal van die zaken die ik daarbij bedacht heb, meegeven. In de volle wetenschap, in het volle besef dat dit verwachtingen zijn of angsten en dat we op dit ogenblik niet kunnen weten wat het waarheidsgehalte daarvan is. Goed, om mijn gedachten te ordenen, ben ik teruggevallen op Immanuel Kant en dan meer bepaald op de drie klassieke vragen die je stelde, eigenlijk waren het er vier. Zijn klassieke vragen luiden als volgt: wat kunnen we weten, wat mogen we hopen en wat moeten we doen? De vierde vraag daaronder lag, is natuurlijk de vraag van wat is de mens of wie is de mens? Wel, ik heb die drie vragen genomen en ik heb er zelf een vierde aan toegevoegd. Met name, wat moeten we vrezen? De bedoeling van de vragen van Kant lag helemaal vervat in zijn rationele mensbeeld. De Aufklärung, de verlichting, rationele mensbeeld. Als de mens de kennis verworven heeft, die kennis bezit, dan zal die mens toch automatisch kiezen voor de juiste oplossingen. Ik wou echt dat dat waar was. Het zou veel dingen een stuk eenvoudiger maken. Kennis volstaat niet om de juiste beslissingen te nemen. Veel van onze beslissingen worden eigenlijk gemotiveerd vanuit andere zaken. En angst is daar een heel belangrijk motief bij. Vandaar die vierde vraag. Wat moeten we vrezen? Goed, we beginnen met de eerste vraag. Wat kunnen we weten? Op dit ogenblik relatief weinig. Als je de experten hoort en als je de berichtgeving gevolgd hebt de voorbije maanden, dan is het duidelijk dat er nog veel meer vragen zijn dan eigenlijk antwoorden. Maar goed, we kunnen wel een aantal dingen weten. Bijvoorbeeld dat de manier waarop cijfers voorgesteld worden in de pers ronduit kinderachtig zijn. Het zijn absolute cijfers die dan nog vergeleken worden met andere landen die een veel groter bevolkingsaantal hebben. Het zijn cijfers van besmettingen waarbij niet aangegeven wordt hoeveel mensen er getest geworden zijn. Dit is eigenlijk ronduit kinderachtig. Ja, ik heb er eigenlijk geen woorden voor. Dit zorgt meer voor onrust en voor desinformatie dan iets anders. Zeker als men dan nog eens de cijfers gaat vergelijken tussen de verschillende landen, want dan wordt het helemaal te gek om los te lopen. Goed, concreet, welke cijfers zijn er van belang en wanneer gaan we die hebben? De belangrijkste cijfers in dit verband zijn de cijfers van oversterfte en ondersterfte. Die begrippen zullen jullie wel iets zeggen. Hoe wordt dat berekend? Dat is eigenlijk vrij eenvoudig. Men kijkt na, er is een instelling daarvoor, gesubsidieerd vanuit de Europese Unie. Men kijkt na hoeveel overlijdens er zijn in een land gedurende een bepaalde week, een bepaalde maand, een bepaald jaar. En men doet dat gedurende een aantal jaren. En op grond daarvan, op grond van vrij statistische berekeningen, kan men dan het verwachte aantal overlijdens aangeven. Op grond van de berekeningen kunnen we weten dat in een normale maand april er zoveel mensen zullen sterven in België.
in Nederland, in Zwitserland, in Oostenrijk, noem maar op. Want die cijfers die kunnen verschillend zijn. Ja. En op grond van die verwachtingen kunnen we ook kijken of er meer mensen sterven of minder. Als er meer mensen sterven, spreken we over een oversterfte. Als er minder mensen sterven, spreken we over een ondersterfte. Dus de logica zelf. Merk op dat bij deze cijfers er geen vragen gesteld worden naar de reden van het overlijden. Dat maakt het een flink stuk makkelijker om die cijfers te verzamelen. Het gaat gewoon over het totaal aantal overlijdens gedurende een bepaalde periode in een land. Goed. Als je dat gedurende een aantal jaren gedaan hebt voor een land, dan kun je daar heel eenvoudige curves mee maken. En dan zie je dat er gedurende een bepaald jaar een oversterfte is. Ik zeg maar wat, in de maand februari. En dat een buurland ook een oversterfte heeft, maar dan merkwaardig genoeg in de maand maart. Dus niet hetzelfde, maand. En als men dan gaat nakijken wat er op dat moment aan de hand was, dan komt die oversterfte heel vaak overeen met bijvoorbeeld een griepepidemie. En dan kun je logischerwijze veronderstellen dat die oversterfte veroorzaakt geworden is door de epidemie die op dat ogenblik in die periode in dat land aan de gang was. Ook opvallend, bij diezelfde curves, is dat in de maand, de weken na de oversterfte, vaak er een ondersterfte volgt. Dat er minder mensen sterven dan verwacht. Minder mensen dan verwacht op grond van de statistieken. Ook dat is redelijk makkelijk te verklaren. De mensen die in de voorafgaande periode meer gestorven zijn, ja, dat zijn vaak mensen die eigenlijk al min of meer op het einde waren. En die zijn blijkbaar een stuk vroeger gestorven. En een stuk gedurende een meer geconcentreerde tijdsperiode dan men normaal gezien mocht verwachten. Concreet betekent dat dat op het einde van het jaargemiddelde in veel gevallen redelijk stabiel blijft. Dus de oversterfte gedurende een bepaalde periode die is gecompenseerd geworden door een ondersterfte. Ja, goed. En nu natuurlijk de toepassing op wat er vandaag bezig is. Op het einde van het jaar zullen we weten of er een veel grotere sterfte geweest is, dus een veel grotere oversterfte dan normaal. De verwachting is dat dat het geval zal zijn, maar de verwachting is ook dat die oversterfte niet zo reusachtig zal zijn als dat men in eerste instantie wel gevreesd had. Betekent dit dan dat al die maatregelen waar we nu nog mee zitten, dat die overbodig waren? Nee, sommige mensen zouden dat beweren, dat is vrij duidelijk. Nee, dat betekent dat die maatregelen gewerkt hebben en dat ze ervoor gezorgd hebben dat het minder erg geweest is dan het had kunnen worden. Wat we op dit ogenblik ondertussen ook al weten, dat is dat de mensen die er effectief ziek van worden, dat er die vrij ernstig aan toe zijn en dat de revalidatie een flink stuk minder eenvoudig is dan dat je zou verwachten. Goed, wat we ook weten, en dat is iets, dat is een tweede iets wat mij ergert, het gebeurt wel vaker dat ik mij erger als ik de kranten lees. Een tweede iets wat we ondertussen ook weten, dat is dat de manier van voorstellen fundamenteel fout is. En dat kunnen we moeilijk aan de kranten of aan de media verwijten, want die foute voorstelling heeft alles te maken met een discours dat veel ouder is dan het huidige dominante discours. Dat heeft alles te maken met een discours waarin wij onszelf een bepaalde positie toemeten tegenover de natuur. En waarbij we ook de natuur een bepaalde positie toekennen. En dat verklaart het gebruik van de oorlogsmetaforen. De oorlogsmetaforen, de virussen zijn de vijanden die we moeten bestrijden. We hebben onze helden die in de frontlinie werken. Noem maar op, die oorlogsmetaforiek, die vind je eigenlijk systematisch terug. Ik
Kijk, als we erin slagen van die virussen uit te roeien, dan hebben we meteen, dan zijn we er meteen ook in geslaagd van collectief zelfmoord te plegen. Dat klinkt misschien een beetje verrassend. Die virussen die maken deel uit van het leven in het algemeen en waar wij toe ook behoren. In de biologie gebruikt men de term microbioom. En dat is de aanduiding voor het aantal virussen, prionen, bacteriën, histen die zich op ons lichaam bevinden. Dat zijn er ettelijke miljarden. Als we die allemaal uitschakelen, dan zijn we dood. Want we hebben die nodig. En een aantal daarvan, die zijn af en toe gevaarlijk. Zeker als ze een bepaald onevenwicht zijn met de anderen. Maar het idee dat dit vijanden zijn die zich buiten ons bevinden, die we zo snel mogelijk om zeep moeten helpen, dat getuigt van een compleet foute manier om aan te kijken tegen de natuur. En die foute manier waarop we aankijken tegen de natuur, die is al een aantal eeuwen oud. Dat betekent dat, of dat houdt in, dat wij onszelf buiten de natuur en boven de natuur plaatsen. De natuur is iets wat aan de rand van de stad begint. De natuur is iets wat wij om zeep dreigen te helpen. De natuur is iets wat wij moeten koesteren, wat wij moeten behouden. En in al die uitdrukkingen vind je hetzelfde idee terug. Wij maken geen deel uit van de natuur. Dat getuigt van een vergaande vorm van hubris. Wij zijn wel degelijk een onderdeel van de natuur. En we kunnen daar best rekening mee houden. En als we tegen die natuur ingaan, dan gaan we eigenlijk ook wel in tegen onszelf. Je ziet dat ook in de geneeskunde. De beste geneeskunde is de geneeskunde die meewerkt met de natuur. Vaccinatie is daar een heel mooi voorbeeld van. En de heel recente stamcel- en immunotherapieën zijn er ook een voorbeeld van. Goed, dat is een tweede iets wat we ondertussen al weten. Een derde iets, en dan wordt het wel wat moeilijker. Een derde iets, dat is dat de pandemie die we vandaag meemaken, ja, dat is geen geïsoleerd probleem. Integendeel. Op zich is het natuurlijk een ziekte, maar terzelfde tijd is het ook een symptoom. Het is een symptoom van een veel ruimere problematiek. Het is een symptoom dat samenhangt met de klimaatverandering en het is een symptoom dat samenhangt met de eindfase van die vrije markteconomie. Nu zal je zeggen, daar is hij weer met zijn kritiek op dat soort zaken. Ja, maar die kritiek kunnen we vrij goed onderbouwen hoor. Het feit dat wij nu geconfronteerd worden met dit soort virussen heeft alles te maken met het feit dat wij letterlijk de baan vrijgemaakt hebben ervoor. Door ecosystemen op te offeren voor economische expansie. Door een vorm van mobilisatie die ondertussen knettergek begint te worden. En door een beleid dat er eigenlijk voor gezorgd heeft dat die klimaatverandering ondertussen vormen aangenomen heeft, waarbij de temperatuurverhoging aan de basis ligt van bijvoorbeeld het feit dat malaria-muggen nu al aangetroffen worden in het zuiden van Frankrijk. En het zal niet zo lang duren of ze zullen ook bij ons aanwezig zijn. Dus corona is geen toeval. De blootstelling aan dit virus hebben wij voor een flink stuk aan onszelf te danken. En dat hangt samen met de wijze waarop wij een aantal zaken de voorbije decennia georganiseerd hebben. Goed, dat zijn zaken die we eigenlijk weten. Het zijn ook wel vaak zaken die we niet willen weten. Maar ontkenning ervan, denk ik, is echt geen goede aanpak. Dan kom ik bij de tweede Kantiaanse vraag. Wat mogen we hopen? Wat mogen we hopen? Er kan heel veel over verteld worden. Een aantal colleges terug heb ik verwezen naar Polanyi. Karl Polanyi met een heel belangrijk werk
The Great Transformation, gepubliceerd in 1944. Dat boek kreeg toen veel te weinig aandacht, omdat de wereld op dat ogenblik terecht wel met andere dingen bezig was. Maar het boek heeft gaandeweg wel zijn plaats verworven binnen de academia. En in dat boek verdedigt hij de volgende stelling, of argumenteert hij de volgende stelling. De grote transformatie houdt in dat een maatschappij die gedurende eeuwen onder andere een economisch luik bevatte, wel, die maatschappij is verdwenen. In de plaats daarvan hebben we een economie ontwikkeld waarin de maatschappij ingebed ligt. En de maatschappij moet eigenlijk luisteren naar het economisch bestel. Dat is prioritair, niet meer het maatschappelijke. Het is duidelijk dat Polanyi dat geen goed idee vindt in 1944 en het is duidelijk dat hij ondertussen ook gelijk gekregen heeft. Beslissingen worden genomen in functie van economische belangen en niet in functie van maatschappelijke belangen. En dit gaat heel ver, hè? We beseffen dat nauwelijks, maar landen en de politieke overheden moeten heel vaak in eerste instantie luisteren naar multinationals. Het zijn zij die gaan dicteren wat er moet gebeuren. En het is vrij duidelijk dat datgene wat zij dicteren niet in het belang is van, of niet in het algemeen belang is. Goed, op dit vlak hoop ik dat we een Great Transformation 2.0 kunnen doormaken, waarbij dat we opnieuw naar een maatschappij gaan waarin economie ingebed ligt en niet omgekeerd. En op dat vlak zijn er nu al een aantal testcases bezig. En het meest recente voorbeeld, misschien hebben jullie dat in het journaal opgevangen, het meest recente voorbeeld betreft natuurlijk de luchtvaartmaatschappijen. En als we dan kijken dicht bij ons, Brussels Airlines maakt deel uit van Lufthansa, net zoals Swiss Air. Lufthansa komt in economisch zeer zwaar weer, heeft dus staatssteun nodig. En wat zie je gebeuren? Ze willen de staatssteun, maar ze willen geen overheidsinmenging. Geef ons de centen en wij gaan ermee doen wat we willen. Dat is eigenlijk de boodschap. En je ziet nu dat België, Duitsland en Zwitserland, de overheden van die drie landen, overleg aan het plegen zijn om te proberen Lufthansa te dwingen van een aantal dingen aan te passen in haar beleid. Aanpassingen op het vlak van milieu, op het vlak van die transitie die we moeten maken naar een andere vorm van energiegebruik. En dit zal een testcase worden. Zullen die landen erin slagen van iets op te leggen dat in functie is van het algemene belang, of zullen ze, net zoals in 2008, de centen zomaar geven in het volste vertrouwen dat die bedrijven daar de juiste beslissingen mee zullen nemen? 2008 heeft getoond dat dat natuurlijk niet het geval was. Goed, een tweede iets wat ik in die Great Transformation 2.0 hoop, dat is een andere houding tegenover werk. We hebben het daar in een van de vorige colleges over gehad. Arbeid, werken is een cultus geworden. Ik heb toen verwezen naar twee Duitse sociologen die dat naar voren geschoven hebben. Max Weber, de geest van het protestantisme. En dan daarna die andere Duitse auteur, wiens naam mij nu even ontsnapt, die dat nog verder doorgetrokken heeft. Goed, het feit is dat we vandaag de manier waarop wij ons identificeren met werk, ons, dat is niet zo gezond. En dan druk ik het nog voorzichtig uit. Nu gaan we even terug in de tijd, 1930, naar Keynes. Als je af en toe de uitdrukking hoort, Keynesiaanse economie, dat is over die figuur, Keynes, een belangrijke Amerikaanse econoom. En die schreef in 1930 het volgende. Hij verwacht dat we in de nabije toekomst nog 15 uur per week zullen werken. 15 uur. Waarom? Omdat de productiviteit alleen maar toeneemt. Dus we slagen erin van op steeds kortere tijd meer producten te maken.
En als we op kortere tijd meer producten maken, dan blijft de winstmarge natuurlijk dezelfde. Maar we kunnen die winstmarge bereiken door minder te werken. En dus, zegt Keynes, ligt het in de lijn van de verwachting dat wij straks nog 15 uur per week zullen werken. Goed, we springen een eeuw vooruit in de tijd. De productiviteit ligt nog vele malen hoger dan Keynes ooit had kunnen dromen. De robotica komt er dan nog aan. Er wordt geschat dat robotica 40% van de hedendaagse jobs zal overnemen. En de productiviteit zal minstens even hoog blijven. Waarschijnlijk zal ze hoger liggen. En de winstmarges zullen alleen maar toenemen. En dan komt natuurlijk de vraag wat je daarmee doet. De verwachting die Keynes had, was dat de verdeling van de winst op dezelfde manier zou blijven gebeuren. Dat de winstmarges voor de investeerders even groot zouden blijven en de winstmarges voor degenen die het werk leveren ook even groot, dat die verdeling billig zou blijven. Dat is niet het geval. Bijvoorbeeld, als je alle maatstaven in acht neemt, is het arbeidersloon in de Verenigde Staten van Amerika ongeveer op het niveau van 1980 gebleven. Terwijl de winstmarges van de aandeelhouders en de bedrijfsleiders exponentieel toegenomen zijn. Je ziet dus dat er daar iets niet klopt. Mochten we dat op een andere manier gaan herverdelen, op een meer billijke manier, dan kunnen we met z'n allen veel minder gaan werken. En eigenlijk dezelfde levensstandaard en dezelfde productiviteit behouden. Goed, dit is, of veel van deze zaken, dit is een politieke beslissing. Maar dan moet je natuurlijk een politiek hebben die niet aangestuurd wordt vanuit de economie. Vandaar dat ik dit rangschik onder het idee van een Great Transformation 2.0. Dat betekent dan ook dat we een andere overheid moeten hebben met andere leiders. En daar hebben we het daar straks al over gehad als we het gesproken hebben over die deliberatieve democratie. Ik ga daar nu niet meer op ingaan, ik zal sowieso tijd tekort komen. Maar toch een belangrijk iets eraan toevoegen. Het is heel opvallend dat een politieke overheid die geleid wordt door vrouwen, dat een politiek bestel waar een representatief aantal vrouwen aanwezig is, zijn er net iets meer dan de helft. Dat die veel meer oog hebben voor de gemeenschappelijke belangen. En heel concreet, als je nu kijkt, de landen die het op vlak van de coronacrisis beter doen dan andere landen, dat zijn allemaal landen die geleid worden door vrouwelijke premiers. En de landen die het bar slecht doen, dat zijn landen waar dat we mannetjes putters en testosteronbommen aan het hoofd zien staan, genre Trump, Bolsonaro en dichter bij ons in de UK. Maar die is ietsje gekalmeerd, zodat hij zelf ziek geworden is. Goed, dus andere overheid, andere leiders hebben ook, dat is ook wel een hoop. Wat moeten we vrezen? En die vrees is zeer reëel. Wat moeten we vrezen? Dat is dat alles bij hetzelfde blijft. En als alles bij hetzelfde blijft, dan gaat het alleen maar erger worden. Want niets blijft hetzelfde natuurlijk. Hè. Het gaat ofwel de ene richting uit, ofwel de andere richting. Als alles hetzelfde blijft, dan worden de systeemfouten die nu blootgelegd worden, dan worden die systeemfouten alleen maar erger. Hè. De oplossing voor de economische crisis die ons te wachten staat, hè, waar we een antwoord moeten opformuleren. De oplossing voor het economische debakkelen, en dat nu al bezig is, komt bij klassieke economen altijd op hetzelfde neer. Dat is een pleidooi voor nog meer groei. Groei is het toverwoord waar alles mee opgelost zal worden. Eerlijk gezegd, ik snap dat niet. Ik heb dat proberen te begrijpen. Ik heb nogal wat economische werken proberen te lezen daarover. Het is niet altijd de meest boeiende lectuur, maar goed. En ik snap het niet in die zin dat je vrij makkelijk kunt zien dat groei een foute benaming is. Het zijn niet de bedrijven die groeien. Het is de schuldenlast die groeit.
Dat is het voornaamste effect van het groter worden van bedrijven of van multinationals of van economieën, dat de schuldenlast alleen maar toeneemt. Dat kun je trouwens vrij makkelijk volgen als je de curve van de laatste 10, 15 jaar gaat bekijken. Op de koop toe is een reële groei van een productie-economie dan ook heel vaak de oorzaak van een toename van datgene wat we absoluut niet meer willen. CO2-uitstoot, methaanuitstoot. Dus een pleidooi voor groei als oplossing, ja, dat is op zijn zachtst uitgedrukt vreemd. Want dit is zonder twijfel een van de belangrijkste oorzaken van het probleem. Dus als je een probleem gaat oplossen door de oorzaak nog een beetje te versterken, dan wordt het inderdaad erger. Een illustratie daarvan, dat dit de verkeerde richting uitgaat, is wat we op dit ogenblik al kunnen zien in de Verenigde Staten van Amerika. Heel vaak is wat daar gebeurt iets wat er later bij ons komt. Wat je nu al kunt zien is dat de werkloosheid daar heel snel aan het stijgen is. Men verwacht een werkloosheid van 20%, wat voor de Verenigde Staten gigantisch is. En terzelfde tijd zie je dat de beurzen na een aanvankelijke duik zich ongeveer hersteld hebben. Goed, we zien hier het onderscheid tussen een productie-economie en een financiële economie. Men is de financiële economie ondertussen uitdrukkelijk aan het redden, tussen aanhalingstekens. En de productie-economie, dat zijn inderdaad die werklozen, daar kijkt men veel minder naar. En dat is een effect van die eindfase van die vrije marktsamenleving, waar de kapitaalmarkten veel belangrijker geworden zijn dan de productiemarkten en waarbij die kapitaalmarkten dan ook de politiek gaan aansturen. Het zou bij ons wel eens dezelfde richting kunnen uitgaan als je ziet bij de Vlaamse regering wat de samenstelling is van het Economische Relancecomité. Ja, dat bestaat alleen maar uit bedrijfsleiders, uit vermogensbeheerders en uit managers. Wie er niet in zit, dat zijn specialisten op het vlak van transitie, op het vlak van energie, op het vlak van mobiliteit. Er zit ook niemand in uit de menswetenschappen. Wel, dit is, krijgt de prioriteit. Het maatschappelijke wordt daar opnieuw losgekoppeld van het economische en het economische krijgt voorrang. Terwijl er nu juist een mogelijkheid zou zijn om dat om te keren. Maar dat is dus mijn vrees dat dat niet zal gebeuren. Dat alles hetzelfde blijft en dus eigenlijk alleen maar erger wordt. Een tweede vrees is een evolutie naar totalitarisme. We hebben het daar straks al gehad over het feit dat de democratie tegenwoordig niet meer werkt. En dat is juist, ze werkt niet meer. En de effecten daarvan kun je aflezen aan het populisme, aan het opduiken van extreme partijen en partijtjes. Dat zijn allemaal symptomen van het feit dat de democratie niet meer functioneert naar behoren. De redenen daarvoor zijn ook duidelijk. We hebben geen democratie meer, het is een particratie en mensen zijn dat kotsbeu. Bij de vorige verkiezingen had ik het betwijfelbaar genoegen te functioneren als voorzitter van een stembureau. En dan zie je een staalkaart van de bevolking passeren en dan krijg je ook de opmerkingen te horen. Ik kan u verzekeren dat die opmerking heel vaak, heel kort als volgt konden samengevat worden. Waarom kom ik stemmen? Ze luisteren toch niet naar ons. Dat was de korte samenvatting van wat ik daar te horen gekregen heb. En heeft ze maar eens ongelijk. Goed, dus de democratische werkt niet meer. Wat dan gebruikt wordt als argument om de democratie maar helemaal af te schaffen en eigenlijk het beslissingsrecht in handen te leggen van een heel klein groepje en dan vaak nog in de handen van één figuur. En dat is natuurlijk het pad effenen naar totalitarisme. Daar speelt ook uitdrukkelijk een psychologisch mechanisme een rol in. Vandaar dat het ook zijn plaats geeft in deze colleges maatschappijkritiek. Het psychologisch mechanisme is het volgende. We leven in een periode waarin heel veel mensen geconfronteerd worden met bestaansonzekerheid.
bestaansonzekerheid, meer en meer op elementaire vlakken, op het vlak van huisvesting, op het vlak van jobzekerheid, zelfs op het vlak van voeding, want de voedselbanken krijgen steeds meer en meer te doen. Dus een confrontatie met bestaansonzekerheid op collectief niveau betekent dat mensen op zoek gaan naar zekerheid. Dat betekent dat mensen terecht angstig worden. En dan krijg je een typisch psychologisch mechanisme, dan ontstaat er een regressie. Een terugkeer naar een aantal kinderlijke reflexen waar men zekerheid gaat zoeken bij een ouder figuur. En men binnen het patriarchaal bestel, dat nog altijd voor een stuk aanwezig is, gaat men aansluiting gaan zoeken bij een veronderstelde vaderfiguur. En dan krijg je natuurlijk nog eens het effect van groepsvorming daarbovenop. En binnen de kortste keren zie je dat dergelijke figuren politiek zeer succesvol zijn. Het pijnlijke van de zaak is dat de kritische tegenstem, juist het hoofde van het feit dat ze kritisch is, dat de kritische tegenstem bijna altijd een verdeelde stem is, die uiteenvalt in verschillende groepen met verschillende opvattingen. En die kunnen nauwelijks een tegengewicht, een groep gaan vormen tegenover die ene figuur die meestal heel eenvoudige waarheden verkondigt en van alles belooft en natuurlijk niet uitvoert. Dat is ook weer opnieuw wat je uitvergroot kunt zien in Amerika. Je hebt daar één dergelijke figuur en je hebt eigenlijk geen tegengewicht. Je hebt geen valabel tegengewicht. Dat heeft dan ook nog eens te maken met hun tweepartijensysteem. Maar zelfs daarbuiten vind je eigenlijk nauwelijks een iemand die in staat is om die tegenkrachten te gaan groeperen. Goed, evolutie naar een totalitarisme. Er zijn allerlei zaken in de pers verschenen over de noodzaak om aan een soort digitale tracing te gaan doen, om na te kijken of mensen al dan niet in contact gekomen zijn met potentiële besmette andere mensen, om op die manier de besmetting tegen te gaan. En men kan dat inderdaad doen, dat klopt. Maar binnen de kortste keren wordt dat natuurlijk ook gebruikt voor andere zaken en krijg je dus een evolutie in de richting van een digitaal uitgevoerde algemene controle. China is al goed op weg om dat te doen. China is bij uitstek een voorbeeld van een hedendaagse totalitaire staat. En je ziet daar hoe er een sociaal kredietsysteem in ontwikkeling is. Een sociaal kredietsysteem betekent dat mensen, burgers, punten toegekend worden, credits, dat kennen jullie uit jullie studiesysteem, dat mensen credits toegekend worden in functie van de vaststelling of ze zich al dan niet voegen aan de opgelegde regelgeving. Als je beantwoordt aan wat de grote leider verwacht, dan krijg je heel veel positieve credits. En als je niet beantwoordt aan wat de grote leider verwacht, dan krijg je heel veel negatieve credits. In dit geval via een digitaal systeem. Een digitaal systeem dat bovendien gebruikt wordt voor allerlei alledaagse dingen. Wil je een appartement huren, dan wordt er eerst nagekeken wat je sociale score is. Wil je op reis gaan, dan wordt er nagekeken wat je sociale score is. Wil je kandideren voor een bepaalde job, dan zal je sociale score daar flink bepalend bij zijn. Goed, voor alle duidelijkheid, in China is dit nog maar in een proeffase. Maar alleen al het feit dat het er is, ja, dat zou ons wakker moeten schudden. Dus een evolutie naar totalitarisme is zeker een te vrezen gevaar. En tenslotte, binnen de risico's die op ons afkomen, is het belangrijkste risico dat de ongelijkheid nog verder zal blijven toenemen. Zoals ik een van de vorige lessen aangegeven heb, met die ongelijkheid valt het bij ons in België zeer goed mee. En dat hebben we te danken aan sociale herverdelingsmechanismen. Nederland doet het ook redelijk goed. België doet het net iets beter, maar ook in Nederland doet het op dat vlak vrij goed.
Maar wat we niet mogen vergeten, is dat in toenemende mate deze zaken mondiaal geregeld worden. Dat de landsgrenzen niet meer volstaan om dit te organiseren, om dit binnen op het juiste niveau te houden. En als de ongelijkheid op wereldniveau toeneemt, ja, dan komen die effecten tot bij ons. En terrorisme is, en klimaatvluchtelingen zijn zeker voor een stuk terug te voeren op die toenemende ongelijkheid. Als je het dan binnen de context van een land gaat bekijken, en dan denk ik bijvoorbeeld aan de UK of opnieuw aan de Verenigde Staten van Amerika, ja, dan kan dat, dan zou dat daar wel dus dramatische vormen kunnen aannemen. De ongelijkheid in de VS, dat kunnen wij ons niet voorstellen. Daar heb je echt geen, daar schiet je voorstellingsvermogen bij tekort. Omdat wij natuurlijk alleen maar de positieve kanten zien. En als we op bezoek gaan naar Amerika, dan gaan we naar de steden, de East Coast, de West Coast of eventueel naar de parken. Maar het eigenlijke Amerika zie je nauwelijks. Bij de lockdown, hier bij ons, stonden er wachtrijen voor de supermarkten, stonden er wachtrijen bij de apotheek. Bij de beperkte lockdown in Amerika stonden er wachtrijen voor de wapenwinkels. Dat om maar een idee te geven van de verschillen. Er is heel recent een studie gepubliceerd door het koppel Anna Kays en Angus Deaton, die de Nobelprijs Economie gekregen hebben in 2015. En die hebben onder andere, ze hebben Amerika als studie onderwerp genomen, het zijn trouwens ook twee Amerikaanse hoogleraren. En als inhang hebben ze daarbij het gezondheidssysteem bekeken. Dat is geen toeval natuurlijk. We hebben dat ook besproken toen we het hadden over de effecten van ongelijkheid. Hoe hoger de ongelijkheid, hoe meer impact op de psychosociale gezondheidsindicatoren en dus ook op de gezondheidszorg. Wel, wat die twee auteurs beschrijven, en dat is dan toch wel heel verrassend, dat is dat de gemiddelde levensduur in Amerika aan het dalen is. Dat de gemiddelde levensduur de voorbije jaren naar beneden gegaan is. En dan niet, zoals dat je zou verwachten, in eerste instantie bij de zwarte bevolking of bij de Hispanics. Nee, het gaat over mannen, blanke mannen van de middenklasse. En de voornaamste doodse oorzaak is een zeer ongezonde levensstijl met drugs en alcohol. En zelfmoord komt ook hoog voor op dat lijstje. Je kan er natuurlijk weer aan denken dat dit de fout is van die mensen. Ze moesten maar niet aan die drugs en ze moesten maar niet aan die alcohol begonnen zijn. De belangrijkste drug in Amerika op dit ogenblik, die ook de meeste drugsdoden veroorzaakt, dat zijn pijnstillers. Dat zegt ook al iets. Hè. Het gaat niet meer over genotsmiddelen, het gaat over het willen dempen van de pijn. Goed, dus die ongelijkheid is er heel snel aan het toenemen. Wel, kijk naar de geschiedenis. Een sociale ongelijkheid, als die op relatief korte tijd, en dan hebben we het over een paar generaties, als die op relatief korte tijd toeneemt binnen een gebied, binnen een land, dan eindigt dat altijd op dezelfde manier. Dan krijg je sociale oproer en dan krijg je opstand. Dat is geen prettig vooruitzicht. We kunnen dat beter op een andere manier oplossen door ervoor te zorgen dat het niet zo ver komt. Goed, vooral duidelijkheid, ik ga er niet vanuit dat dat bij ons het geval zal zijn, maar nogmaals, wij leven niet geïsoleerd. Datgene wat elders gebeurt, heeft ook een effect bij ons. Kom ik bij de laatste vraag van Kant, wat kunnen we doen? En dat is dan meer het hoopvolle. Wat kunnen we doen? Wel, om te beginnen, zoals ik dat straks al aangegeven heb, de problemen waar wij mee geconfronteerd worden, dat zijn allemaal effecten van hetzelfde. De klimaatverandering
die we meemaken, die eigenlijk het belangrijkste probleem is, de pandemie, de sociale ongelijkheid, die gaan stuk voor stuk terug op een bepaalde maatschappelijke organisatie, op een bepaalde levensstijl die te maken heeft met een bepaald economisch model. Een oplossing zal die drie zaken terzelfde tijd moeten aanpakken. Sowieso, als je dat klimaat gaat aanpakken, als je dat economisch bestel gaat aanpakken, en ga je effecten hebben op die andere zaken. Dat heeft dus te maken met die Great Transformation 2.0. Dergelijke oplossingen zullen politiek genomen moeten worden. En dat betekent dat wij daar in heel veel gevallen niet zo onmiddellijk heel veel impact op hebben. Alhoewel, tot nadere orde leven in een democratie en kunt u uw democratische recht uitoefenen. Denk dan aan wat Hegel beschreven heeft. We moeten het u actief toe-eigenen. Het heeft weinig zin, want het is zagen en zeuren aan de zijlijn over al die mensen die het zo slecht doen. Nee, het is een kwestie van actieve toe-eigening en er ook op dat vlak iets proberen te betekenen. Goed, de tweede inhoud van wat wij kunnen doen is dan eerder individueel. En dat heb ik samengevat met iets wat ik andere malen bij Aristoteles gehaald heb en waar we het vroeger al over gehad hebben. Als je voor een goed leven wil gaan, een goed leven voor jezelf, maar een goed leven bij Aristoteles is ook een goed leven in verhouding tot anderen. Als je voor een goed leven wil gaan, dan moet je kiezen voor het juiste midden. Het juiste midden, bovendien in combinatie met een waardenleer. En het juiste midden staat haaks op het idee van maximalisatie. Staat dus ook eigenlijk haaks op het idee van groei. Altijd maar willen groeien, altijd maar willen maximaliseren. Aristoteles zou dan niet alleen dom gevonden hebben, maar ook gevaarlijk. Dus kiezen voor het juiste midden, dat is een veel betere oplossing op individueel niveau. En Aristoteles, die een heel pragmatische filosoof is, toont ook op welke manier dat men dergelijke keuzes kan maken. Want hij beseft ten volle dat dat niet zo eenvoudig is. En hij zegt dat het berust op de vorming van goede gewoontes. Goede gewoontes die ingeoefend worden, zullen borg staan voor het feit dat mensen de juiste keuzes zullen maken. De juiste keuzes in de zin van het juiste midden gegeven een bepaalde context. Het is ook duidelijk dat bij Aristoteles een dergelijke redenerenwijze ethisch gekleurd zijn. Dat zijn wij vandaag de dag veel te veel vergeten. Ethiek lijkt zo een randfenomeen te zijn. Ja, het moet nog eventjes langs een ethische commissie passeren. En de ethische commissie moet nog haar zegen daarover uitspreken. En die ethische commissie die wordt dan bevolkt door hooggepensioneerde hoogleraren. Die op die manier de indruk krijgen dat ze nog iets mogen doen. Maak er eventjes een karikatuur van, mijn excuses. Nee, bij Aristoteles is ethiek intrinsiek inbegrepen in de kennis, intrinsiek inbegrepen in de keuzes die men maakt. Het staat er nooit los van. En dat is ook wel iets wat we opnieuw ernstig moeten nemen. We moeten die ethiek opnieuw de juiste plaats toekennen. Kiezen voor het juiste midden, kiezen voor matiging. Ja, als we dat dan modern gaan vertalen, en dan komen we weer bij de psychologie uit, dan heeft dat natuurlijk te maken met zelfbeheersing. En die zelfbeheersing, daar hebben we het ook vroeger al over gehad, dat zorgt ervoor, als iemand op grond van een aantal factoren in opvoeding en omgeving, als iemand tot die zelfbeheersing komt, dan blijkt die in staat te zijn om een veel gelukkiger en een veel beter leven uit te bouwen. Dat staat dan haaks op die maximalisatie en wat altijd maar meer willen hebben. Dat is eigenlijk de belangrijkste manier om ervoor te zorgen dat je ongelukkig wordt. Goed, en dan tot slot, dat is dan echt de uitsmijter, wat kunnen we doen? Wel, de periode die we nu meegemaakt hebben,
die zullen voor jullie natuurlijk ontzettend zwaar zijn. En dat heeft alles te maken met jullie leeftijd. Dit is de leeftijd waarop dat je naar buiten wilt gaan, waarop dat je je vrienden wilt zien, waarop dat je met je peergroup wilt optrekken. Dat hoort er zeker bij. Dat is niet de periode waarin dat je binnen wilt blijven. Goed, dit even buiten beschouwing gelaten, wat het zwaar is voor jullie leeftijdsgroep, is deze periode voor een groot aantal mensen niet alleen maar negatief. Er zitten uitdrukkelijk ook een aantal positieve zaken aan. Ik nuanceer onmiddellijk, die positieve zaken, die zijn vooral ervaren door een geprivilegeerde groep. Door die mensen die beschikken over een ruime woning, vaak ook met een tuin erbij. En die mensen die ook geen financiële problemen hebben. Dat zijn dan ook wel vaak mensen die een flink stuk ouder zijn dan al jullie zijn. Wel, bij die groep, die geven, als je met hen praat, die geven schore voeten toe, want het mag eigenlijk nauwelijks gezegd worden, die geven schore voeten toe dat ze deze periode eigenlijk wel op een aantal punten aangenaam vinden. Het is veel stiller, al de lawaai is weg. Alles gaat een flink stuk trager en dat is best wel aangenaam. En bovendien, het is ook letterlijk een verademing. De lucht is een stuk beter geworden. Goed. Hoe kunnen we dat nu concreet gaan vertalen? Wel, ik keer even terug naar iets wat ik in het vorige deel aangegeven had als een van de problemen. Een van de problemen die wij vandaag ervaren, heeft alles of wordt samengevat in het woordje stress. En stress wordt veroorzaakt natuurlijk door de manier waarop wij leven. Nu, stress. Het is zo'n modewoord geworden dat je eigenlijk de discipline moet hebben om te proberen te begrijpen hoe dat dit in zijn werk gaat. Hoe functioneert stress? Wat is dat eigenlijk? En waarom werkt dat zo negatief? Wel, we kunnen daarbij een metafoor gebruiken, een metafoor voor de combinatie van onze lichaam en onze geest. En een heel eenvoudige metafoor. We kunnen onszelf beschouwen als een veer. En dat bedoel ik niet een veer van een vogel, maar om het op zijn Vlaams te zeggen, een ressort. Een springveer. Ja. Stress is een effect van alle stimuli die bij ons binnenkomen, van alle prikkels. En alle prikkels die in ons lichaam binnenkomen, die veroorzaken spanning. Spanning die zowel fysiologisch is als psychologisch. En op zich is daar niks verkeerd mee. Spanning is op een bepaalde manier beschouwd een essentieel onderdeel van het levende. Een lichaam dat dood is, is een lichaam waaruit alle spanning verdwenen is. Goed, maar dus de spanning die wij ervaren heeft voor een flink stuk te maken met de input van prikkels die op ons afkomen. Prikkels die van heel verschillende aard zijn. Dat zijn perceptuele prikkels, visueel, auditief, olfactorisch. Vaak ook prikkels die we nauwelijks bewust waarnemen. Het lawaai van de autostrade bijvoorbeeld. En het zijn ook psychologische prikkels, de verwachtingen die op ons gelegd worden, het moeten halen van een deadline, het hebben van twee kleine kinderen in combinatie met een drukke job, het in de file staan, noem maar op. Dus al die zaken, dat zijn ook stimuli die binnenkomen in onze combinatie van lijf en geest en die dat die spanning doen toenemen. In normale omstandigheden is er een evenwicht tussen de spanning die we opladen en de spanning die we ontladen. Wel, stress wordt een probleem op het ogenblik dat we een te sterke ophoping hebben van spanning. Dus die veer die wordt veel te sterk opgespannen tot op een punt waar het niet meer verder kan.
En dan krijg je een aantal effecten daarvan. En die effecten, die kennen we ondertussen. En met onze onverbeterlijke neiging om te categoriseren, hebben we er allemaal aparte probleempjes van gemaakt, aparte stoornissen. En dan spreken we over hoogsensitiviteit, dan spreken we over ADHD, over burn-out, chronisch vermoeidheidssyndroom, slaapmoeilijkheden, noem maar op. Hè. Ja. Je moet daar eens eventjes bij stilstaan en wat afstand nemen en die verschillende problemen overdenken. En dan ga je vrij snel zien dat dat allemaal problemen zijn die te maken hebben met een teveel aan spanning. Een teveel aan spanning dat op een of andere manier afgereageerd moet worden of niet meer kan afgereageerd worden. Of waartegen we ons gaan beschermen door eigenlijk nog zo weinig mogelijk spanning toe te laten door afstand te nemen van een aantal zaken. En dan die zaken, dat zijn vaak mensen, noem maar op. Ja. En dan keer ik terug tot dat positieve van de periode die we nu meemaken, de verstilling, de vertraging en de verademing. Als je dat gaat vertalen op het niveau van prikkelinput, dan betekent dit dat wij de voorbije weken veel minder blootgesteld geworden zijn aan prikkels. Prikkels van al die verschillende soorten. En het feit dat we veel minder blootgesteld geworden zijn aan die prikkels, heeft ervoor gezorgd dat we veel minder stress ervaren. En dan moeten we plots vaststellen dat ondanks het feit dat dit een zware periode is, laat dat duidelijk wezen, dat er blijkbaar toch ook een aantal positieve effecten zijn. Een concrete illustratie daarvan, iets wat heel veel medici mij met de nodige verrassingen vertellen, concrete illustratie daarvan, het aantal hartinfarcten is de voorbije weken spectaculair gedaald bij de grootste risicogroep. En de grootste risicogroep voor hartinfarcten, dat zijn veertigers. Veertigers die, en dat is dan het klassieke schabloonbeeld natuurlijk, die in een drukke job zitten, die voortdurend blootgesteld worden aan stress. Wel, bij die groep zien we en op dit ogenblik een daling van het aantal hartinfarcten. Dat zal geen toeval zijn. Je kan dit natuurlijk nooit wetenschappelijk bewijzen. Er zijn een aantal zaken die je klinisch kunt vaststellen, maar die je wetenschappelijk niet kunt hard maken. Maar terzelfde tijd zijn er meer dan voldoende argumenten om te denken dat de verklaring wel eens zo eenvoudig zou kunnen zijn. Verstilling, vertraging en verademing, dat is ook iets waar we in de toekomst naartoe moeten gaan. En dat zouden we in het ideale geval ook kunnen overhouden aan deze periode. In ieder geval, die verstilling, vertraging en verademing is wat ik jullie toewens.